Maar mensen in de comments, mensen op YouTube zijn niet per se aardig of zo. voor aardige interactie moet je niet zeg maar op het internet zijn. Daarom heb ik een Discord. Zijn we ook niet altijd aardig voor elkaar? Zeker niet. Maar dat is het hele internet. Eens even kijken. Ik ga ons gewoon midden in fucking duiken. We zitten namelijk in poppenkast nummer 107. Damn. En ik zit hier met Sino en... God, ik ben... Stijn. Met wie zit ik hier eigenlijk? Nee. Ja, man. En met Stijn. Ja, zeker. Nou, welkom. Dankjewel. Voor me aan het staren en mijn hoofd die is kloten. Ben aan het denken, mijn gedachten aan het kijken. Vroeger dacht ik na... Wat ik rijke. Nu is er iets anders dat ik liever wil bereiken. Of eigenlijk heb ik het al als ik even niet ga zeiken. Een piece of mind, tranquilo, Hakuna Matata. Ik hou het leven liever simpel, ik doe niet zo lastig. Ik blijf altijd mezelf, ook al ben ik 80. Neem me niet zo serieus, ik kan altijd lachen. Vroeger mensen konden dat soms niet van me hebben. Ja, hoe is het met jullie? Ja, wel goed. Ja, gaat wel lekker, ja. Ja? Ik had een vraagje trouwens. Oh, gaat het meteen los. Is dit ook live? Of? Nee, dit is niet live, okay. Nee. Dit is voor zondag. Ah ja, zondag, goeiedag. Dus kunnen we niet dat ik ga knippen of zo. Alles wat erin zit, dat zit erin. Ja. Yeah. Dus ben je mee akkoord? Ja, toch? Ja. Lekker ongefilterd. Vraag alles. Wow. Open boek, raw. Ja. Ja. Vet. Amazing. Ik wil een shout-out doen naar Katiana. Ik wil een shout-out doen naar Lil B. Thank you, Base God. Shoutouts, all in the place. Ja. Is het de represent Arnhem ook? Of, ja, sowieso. Oké, hell yeah. Dus, niet voor niks de achtergrond hebben. Prachtig. Kunnen we de zonsondergang checken achter de wolken? Wauw. Dat is tegenwoordig de enige manier nog maar hoe ik eigenlijk de raam open kan doen. Want anders heb ik hier, als er volle zon binnen schijnt, de daglicht is zo fel, dan moet ik de camera exposure zo hoog zetten om mijn gezicht ook zichtbaar te maken. Dat als ik de hele tijd dan switch tussen bijvoorbeeld jouw camera die dan heel zwart is en mijn camera die dan heel wit is, dat mensen kijken alsof ze naar een stroboscoop kijken, weet je wel. Zwart-wit. Kreeg toen in de comments van iemand van, ik heb bijna een epilepsieaanval gekregen door naar deze aflevering te kijken. Gewoon een gesprek. Het was helemaal niet de bedoeling dat het zo spannend moest zijn. Maar waar gaan we het over hebben eigenlijk? Ik ben deze week hooglijk uitgecheckt. Je zag me vandaag ook bezig met iets en dat lukte totaal niet. Dus jullie moeten de podcast gaan dragen vandaag, jongens. Dat, dat lukt ons wel, denk ik. Moet me gewoon iets een onderwerp aansnijden en dan komen we er wel. We hadden het net al over veel dingen over... Eigenlijk meteen politiek zijn we gaan meteen praten. Meteen gepolitiek, ja, want normaal jij zei... praten wij nooit politiek. Maar... Ja, maar ik vind het wel even interessant, want ik heb veel kijkers van mij... die zijn wel fan van de FVD. Ja. Ik zelf ben geen lid. Ik ben wel, fan. Ik vind het leuk om naar te kijken. Het is een van de weinige dingen in de politiek waar ik naar kijk... en dan enigszins geen bloeddrukverhoging van krijg. En dat is een beetje mijn hele ding bij de FVD. Dat is meer zeg maar bij gebrek aan beter. Ja, dat snap ik heel goed. En ik denk dat voor heel veel mensen zo is. Want in zekere zin zijn ze ook gewoon heel erg, wat ik net zei, anti-establishment. En er is heel veel fucked up shit in Den Haag en daarbuiten, globaal, is er bezig. Maar ik denk dat ze wel goede dingen constateren. Dat ze zeg maar zien waar de problemen liggen af en toe. Maar dat ze dan heel snel de plank misslaan met... Ja, beleid wat ze voeren. Ze zijn gewoon, ja... Ja, want wat grappig was... Het is allemaal populistisch rechtspolitiek. Ja, maar het viel mij op, weet je wel. Ik had het openstaan op mijn computer. Een leuke meme van Thierry Baudet met de blue en de red pill. Maar jij zag dat, jij zei, fuck de FVD. Ja. Het is wel een beetje eerste reactie. Is misschien een beetje een foute reactie. Is dat geen linkse programmering, denk je? Linkse programmering? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Want ik kom eigenlijk wel een beetje uit... Ik wil niet zeggen echt per se de FVD-achtergrond. Maar ik ben wel een hele tijd... Heb ik mezelf wel echt als meer rechts, alt-rechts gezien. Toen ik 15, 16 was. Door heel veel YouTube-kanalen die ik eigenlijk... Waar ik in viel. Jij zat op 4chan en zo. Dat soort dingen. Eigenlijk wel. En, Pepe memes delen en zo. Ja, exact. Nou, niet zo erg nog, maar... Oh, ik zat wel heel erg. Okay. Die kikker, fuck die kikker. Die kikker, het is verschrikkelijk, een haatsymbool. Nee, en het is best makkelijk om zo via algoritmes eigenlijk in die sfeer te komen. Maar ik ben daar denk ik wel eigenlijk best wel later in mijn leven meer uit gaan stappen.
Ja. Er wordt hier gesigned. Ja, ik vroeg wat jullie te drinken wouden. Ik dacht dat jullie water wouden. Ik heb alleen maar bier voor mezelf gepakt. Nice. We beginnen met een watertje. Maar, waar was ik? Ja, ik ben daar eigenlijk wel een beetje uitgestapt. Omdat het eerst... de boodschap van mij was het wel... Het breekt wel een beetje het politieke spelletje door. En daar ben ik het heel erg mee eens. Maar ik neem dan een wat meer, toch wel een linksere uitstap. Wat is een alternatief dan? Alternatief, qua politieke partijen. Nou, als je inderdaad de FVD hoort en denkt van ja, dat zijn wel inderdaad de problemen, maar niet de manier hoe je ermee om moet gaan. Yeah. Waar kies je dan op in godsnaam? Oké, kijk. Wat zij, in mijn perspectief, hanteren zij wat meer dat... Amerikaanse politiek. Is dat win bigly toch? Dat is wat Trump ook deed. Ja, precies. En dat werkt heel goed. Grootschalig complexe problemen aanspreken met een hele simpele toon. En ergens in de essentie moet je dat ook voor de doorsnee mens, moet je dat ook zo brengen. Alleen, ik denk dat we als Nederland, als we naar ons politiek stelsel kijken, we kunnen twee kanten op gaan. We kunnen juist meer... Amerikaanse, Britse kant opgaan. Of meer naar onze Zweedse, Finse vrienden kijken. En dat zijn toch wel wat meer socialere systemen. En ik denk dat dat met eerlijkere verdeling, dat we al een stuk verder komen. Ik heb geen antwoord van, oh, dit is het systeem, dit moet het zijn. Hebben we dus naar Zwitserland gekeken? Niet extensief. Ik ben zeker geen expert of zo. Nee. Ja, maar dat is binnen Europa een vrij... een toch wel een ander systeem. Yeah. Gewoon wel democratisch, maar ingericht op kantons. En die zijn allemaal gewoon autonoom, bij wijze van spreken. Yeah. Dat beleid bij elkaar opgeteld, dat is dan de Zweedse regering. Dat is sick. Yeah. En bij ons is het... Daarom zijn ze ook allemaal los van al die gigantische organisaties in de EU en weet ik veel wat. En zelfstandig. En komen mensen uit heinde en verre daarheen om fucking shit te doen. Levenskwaliteit is daar heel hoog. Yeah. Maar dat soort dingen, dat als je dat hier in... biertjes worden geopend. Ja. Yeah. Proost, jongens. Dat je dus inderdaad hoge vormen van autonomie kan krijgen. Maar ja, dat is een luxe, hè? Want het feit dat zo is, dat heeft niet te maken met dat we toevallig hier zo zijn gekomen. Dat het Zwitserland gegund. Die zitten er ook midden in de bergen tussen de bunkers. Dus die kunnen letterlijk hunzelf fysiek ook verdedigen. Want ik vergelijk het wel eens met Nederland. Nederland is gewoon... Oh, wie zijn sitting ducks hier, weet je? Als je ergens in Europa van een berg afrolt, dan kom je vanzelf in Nederland uit. Ja, als je de Rijn volgt. Dus, hoe verdedig je dat? Ja, door diplomatie. En wat doe je dan? De hele tijd comprimenteren. En ik heb het idee dat we ons land zo ver uit hebben gecomprimiteerd, dat het uiteindelijk gewoon een soort van yard sale is geworden, weet je wel? Een uitverkoop voor globalistische krachten. Maar dat is ook kapitalisme, toch? Ja, dat hoeft niet per se. Kapitalisme is in de kern vrije markt. True. En dan heb je inderdaad concepten zoals geld corrompeert. En dat is dan een beetje waar je veel safes voor moet maken. Maar ja, dan krijg je weer overheidsbemoeienis. En dan ga je kapitalisme weer tegen. Maar is dat in de essentie... Dat zou ik juist in de essentie... Je hebt het over de essentie van het idee van een vrije markt. Nee. Maar als je kijkt naar de essentie van het idee van... wel een centrale overheid die het wel bepaalt. Ik geloof wel in een gezonde vorm van staat. En het is gewoon de mensen die daar nu zitten, die generatie, die hebben nog zoveel scars over. Zij zijn meer probleem dan dat ik echt denk. Wat je net zei. Dat we echt autonome, meer gedecentraliseerd overheid moeten hebben. Ik denk dat een instantie als de EU... In theorie best kan werken. En er zijn gewoon veel flaws. Zeg je nou dan? Ja, sorry. Het is vloek in de kerk. Ik ben ook altijd voor een EU geweest als een platform om samen te komen. Maar ik heb nu wel de afgelopen 3 jaar gezien dat deze mensen gewoon uitzeggen op totale macht. True, zeker. En helemaal met het introduceren van de CBDC, wat natuurlijk helemaal nergens over gaat. Want macht begint toch wel aardig bij geld. Oh. Ja, iedereen is eigenlijk... uiteindelijk uit op macht. Ja. Het is een drive die in een mens zit of zo. Ben je op zoek naar macht? Iedereen wil controle hebben over hun leven. En vanuit die drive van controle zoeken dus mensen ook macht. Als jij in een positie wordt gezet waarin jij gewoon veel te vertellen hebt, dan diezelfde drive van controle die bijvoorbeeld individueel al kunnen hebben om bijvoorbeeld een vakantie, alles te willen controleren. Zo kunnen ook wereldleiders hebben dat zij
hun hele land alles willen controleren. Het is gewoon een drive die in elk persoon zit. True, maar ja, ja ik denk dat je daar ook met een goede intentie kunt. De key is, en daar zijn we al heel lang geleden achter gekomen, is snel genoeg verversen van leiders. Ja. Dat je elke keer weer iemand hebt zitten met enige nederigheid. Alleen, dat is ook een langer verhaal. Je hebt altijd leiders te zitten die dan op een of andere manier iedereen of de massa weten te overtuigen waarom ze daar langer moeten zitten. Bijvoorbeeld een Poetin. Of het voorstaan. Hens een Xi Jinping. Hens een Rutte wat dat betreft. Ik weet niet precies hoe hij dat doet, maar hij overtuigt steeds weer de massa om daar te blijven zitten. Het is gewoon het normaal voor heel veel mensen. Dit is een hele statement. Normaal doen het nuchter Nederlandse liberaal gedachtegoed. Nou, maar het is niet alleen iets voor Nederland, weet je. Turkije is Erdogan, die is ook steeds meer macht naar zich toe te trekken. Ja, ik heb het gewoon over Rutte in het specifiek. Ja, Rutte. Wat hem, denk ik, aanhoudt is gewoon dat hij is gewoon, het is gewoon het normaal. En mensen, heel veel oudere mensen die hebben gestemd op een andere VVD. En heel veel mensen, ik denk van onze leeftijdsgroep, die neemt het gewoon heel erg over. En dat is gewoon prima. Hij doet het wel prima. Dus dan... Ja. Ken jij je vrienden of mensen van jouw leeftijd die op de VVD stemmen? Ja, tenminste, geen vrienden, niet echt, maar like... Wie? Hoe zien zij eruit? Hebben ze bloesjes aan? Ja, letterlijk. Zeg maar, ik kom van het... Puntschoenen? Ik ben letterlijk... vooral eigenlijk oud-klasgenoten die gewoon een beetje die hockeytypes. Eigenlijk gewoon wat jij in je hoofd hebt, denk ik, wat ik in mijn hoofd heb, dat het wel overeenkomt. Oh. Ja, en like... Uit hun positie gezien is het ook verstandig. Is het ook like, oh, we got the money. Let's keep it this way. Maar snappen ze niet dat ze dat geld hebben in de gratie van alle economische succes in het land en de welvaart van ook individuele mensen. Het lijkt een beetje alsof al die mensen aan de top zijn vergeten dat al hun welvaart komt van fucking individuele kleine elementen. Yeah. Dat is een beetje die mensen die dan zo'n bedrijf leiden en dan zeggen van, zonder mij had het bedrijf nooit bestaan. Ja, maar zonder je werknemers ook niet. Ja, weet precies. Je? Degene die echt het werk afleveren. Ja, mensen die shit werkend krijgen. Het is inderdaad dan, als je het kleiner maakt, iedereen doet individueel een kleiner stuk ten opzichte van alle verantwoordelijkheid die op de leidinggevende ligt. Maar uiteindelijk, als je ziet wat voor werk er wordt verschaft, dan doet die groep en ook individueel meer dan die ene persoon. Die ene persoon die koppelt het alleen maar samen. Maar mensen krijgen dan een megalomanisch idee dat alles gebeurt en ruilt en zeilt vanwege hun. Daarom hebben we vakbonden nodig en zo. En hebben ook de werkers hebben ook een plek nodig in een panel op de board bij bedrijven. Ja, van het bedrijf, hè? Het was een tijdje was dat een ding. Dat hoorde je toen ook, een corporatieve management en zo. Dat ze dus inderdaad mensen die gewoon samenkwamen en dan zelf gewoon de board of management vormen van het bedrijf. En dan gewoon, want in principe, als je nu naar bedrijven kijkt, dat zijn gewoon rechtstreekse fucking dictaturen. Ja, het is alleen maar regels, bureaucratie, gewoon systemen, hiërarchieën die eigenlijk voor geen andere reden dan, iemand wil bovenop zitten, zijn ze zo gemaakt. Terwijl, dat komt eigenlijk ook weer terug op wat ik zei, van dat iedereen die individuele drijf al heeft om gewoon controle te pakken over alles. Daarom zul je dat in het groot en het klein ook zien. Gewoon zoals bij landen, maar ook als bedrijven en zo. Maar bij mij bijvoorbeeld, in mijn kringen, ik heb bijna niet echt mensen die überhaupt echt stemmen. Mm. Omdat eigenlijk uiteindelijk het hele stemmen en hele politiek, we zijn er wel over eens dat het gewoon allemaal een beetje een spelletje is. En een spel kan niet doorgaan zonder spelers, eigenlijk. Dus als je aan een spelletje meedoet, dan blijft het spelletje ook bestaan, eigenlijk. Maar ik denk dat het, zeg maar, ook als je geen actieve zet in het spelletje, dat je bent alsnog je zit nog steeds op het spelbord. Je zit aan tafel, weet je wel. Alleen je mag je pion niet meer verplaatsen. Als een monopolie is, you're just staying at the start. En, Maar als je op een gegeven moment, die pionnen worden niet meer verplaatst, dan op een gegeven moment wordt het een ander spel. Misschien is het nog steeds een spelbord, maar het kan niet meer hetzelfde spel zijn als er niet meer gespeeld wordt. Ja, want ik heb ook wel eens echt zitten nadenken en ook wat jij ook doet, echt in de fundamenten iets veranderen. En waar ik dus van het FVD ook naar heb zitten kijken is van, oké, zij zeggen dat het hele systeem kut is en dan gaan ze meedoen, weet je wel. Yeah. En ik snap dat je de politiek in moet op een of andere manier om vanuit daar een beweging tot stand te brengen. Ik denk ook dat een van de meest effectieve manieren is. Of je moet inderdaad echt eigen scholen gaan beginnen. Maar ik heb altijd zoiets van, als jij zelf een idee hebt
gaat en dat gaat uitwerken, dan ben je letterlijk die onderdrukking aan het uitoefenen op anderen die jij ook voelt van andere ideeën weer. Dus ik dacht, als je nou een politieke partij begint, een beweging begint, waarbij iedereen zijn eigen partijprogramma heeft. Iedereen, die, het is gewoon pure chaos. Gewoon één grote bak ellende. Dat giet je in een digitaal platform en dat komt dan een partijprogramma uit als een gemiddelde. En daarmee ga je in de politiek. En dan heb je dus ook nog die, dat soort van onmogelijke framing die je kan plegen. Want niemand is daar voor één ding. Iedereen zit daar voor zijn eigen belang en dingetjes die ze vertegenwoordigen. En dat is allemaal gebekkeren, het is dynamisch. En er zijn elke dag weer mensen bij en weg. En het is gewoon één grote dynamische bende van mensen die dingen willen. En zo af en toe, de mensen die het hardst doorzetten, die borrelen naar boven. En dat zijn dan de mensen die je daadwerkelijk in de politiek ziet terugkomen. En want dat is ook het idee van volgens mij wel een partij zou moeten zijn. En het is helemaal dichtgebouwd onder statuten en allerlei belangen van grote Europese of globalistische financiërs. En al die mensen die krijgen letterlijk gewoon een... dat was laatst in de Tweede Kamer van GroenLinks. Die krijgen dan gewoon een briefje mee met hoe zij moeten reageren op bepaalde andere mensen. Dus op de PVV mogen ze geen interrupties plegen. Ja, dat is zo en dan denk ik van ja, dan heb je toch geen debat tussen mensen. Dan heb je gewoon... Het is gewoon een apparaat wat je aan het doen bent. Weet je, ik weet dit niet zeker toch, maar ik heb... Er is een mogelijkheid dat als jij dat zou doen, dat iedereen zijn eigen plan mag invoeren, dat het in één ding wordt gegooid en dat daar uiteindelijk een plan uitkomt. Dat, ik denk dat er dan alsnog een slecht plan uitkomt. Een plan die alsnog niet gaat functioneren, omdat al die mensen die die plannen doen nog steeds fundamenteel eigenlijk mentaal beschadigd zijn, waardoor eigenlijk deze wereld werkt zoals het werkt. Dat het eigenlijk al een uitkomst is van hoe wij allemaal in elkaar zitten mentaal. Ik denk als het een keer fout gaat door de toedoen van eigen, en dat het ook zichtbaar is, dat er een veel meer groter reflectiemoment komt dan dat het nu de hele tijd uitbesteed wordt aan deze sukkels waar we toch niet onderuit komen. En dan kunnen we daar lekker tegen klagen. Want er komt ook nu nooit een moment dat mensen echt naar onszelf moeten kijken en zeggen, ik heb het verneukt. We hebben het verneukt. We hebben verkeerde keuzes gemaakt. Het is altijd die sukkels daar in Den Haag. En ondertussen neemt niemand verantwoordelijkheid voor niks. Ja, daar ben ik wel mee eens. Ja, dan... Hoe zeg je dat? Dat zou wel een hele goede les zijn. Dus dan in principe, wanneer je zoiets zou inzetten, dan mensen zouden eigenlijk zien gewoon dat het probleem al die tijd al bij onszelf lag eigenlijk. Ja, je moet samenwerken, je moet luisteren naar elkaar en je moet elkaar ook de ruimte geven om te zijn, weet je. Dus ook al ben je een totale tegen. Of mensen vergeten bijvoorbeeld dat je eigenlijk, als je bijvoorbeeld heel erg verstrijdt bijvoorbeeld voor jouw eigen woord om gehoord te mogen worden, dat zie je heel veel aan de linkerkant en trouwens ook aan de rechterkant en de extreme kanten, hun verhaal moet heel erg gehoord worden, maar zodra zij het verhaal horen van de ander, dan moet dat instant verboden worden. Yeah. Die hypocrisie die ook die gewoon niet inzichtelijk kunnen reflecteren op datgene waar hoe jij jezelf gedraagt en datgene wat je uitspreekt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb heel veel gesprekken gehad met mensen die ik denk die dat ook nooit zullen bereiken. Die zullen nooit gewoon dat snappen, conceptueel. Die zijn gewoon aan het zenden en die, ik weet niet of je kan zeggen of ze in trauma zitten. Maar ja, want ik wil net zeggen, ik ben in mijn ervaringen heel veel mensen eigenlijk tegengekomen. Laatst nog iemand, gewoon die oprecht van hunzelf kunnen toegeven dat ze er letterlijk moeite mee hebben, dat ze er niet naartoe kunnen gaan, dat het hun eigenlijk niet lukt. En dat dus gewoon wel gewoon voortkomt uit een trauma. Zichzelf te kunnen uiten zoals ze dat echt willen. Omdat je dan bijvoorbeeld vanaf in jongere jaren gewoon eigenlijk dat niet geleerd hebt. Of misschien dat bestraft werd of zo. Waardoor je eigenlijk later, wanneer je ouder bent, daar gewoon helemaal mee vastzit. En ook eigenlijk, je kunt daar zelf zo vast in zitten dat je oprecht denkt dat dat is hoe de wereld hoort te zijn. Maar toch denk ik dat jij niet je dingen moet uiten, gewoon omdat je dat puur hebt meegekregen. True, maar ik denk wel ook dat voor die mensen is er altijd nog hoop. En ik denk al dat als hij dat besef al heeft, dit besef is al een heel grote stap. Ja, snap je. En vanuit daar kan je gaan helen en zo. Ja, want dat was dan toevallig wel een persoon die besef gewoon zelf aan mij heeft kunnen vertellen. Maar je hebt ook mensen die beseffen dat nog niet, maar die zitten in dezelfde situatie eigenlijk. En dan... Ja, maar ik denk dat we er wel veel meer over praten als maatschappij. En ik denk dat het heel hoopvol is als ik al praat met oudere mensen uit mijn familie. Ja, nee, of course. Die krijgen ook al die signalen van
de jongere generatie of de generatie die like, al wat meer op in een helende fase zitten, krijgen we ook al heel veel mee. Dus ik denk dat heel veel generationele vloeken of trauma's, hoe je het wilt noemen, dat dat lijkt. Oh ja, de wereld gaat sowieso de goede kant op. Daar ben ik wel goed van. Over ja, maar wat vinden jullie van de tijden waar we in leven dan? Mooie tijden? Mooie. Ja, kijk, weet je wat me opvalt? Alleen... omdat ik altijd al gewoon vanaf jongs af aan best wel observerend ben geweest. Ik zie letterlijk, de wereld wordt beter. Maar ik zie ook dat hoe beter de wereld wordt, hoe meer de mensen die al best wel negatief in elkaar zaten, echt denken dat de wereld helemaal vergaat. Yeah. Die zitten in een totaal omgekeerde blaadje. Yeah. En dan besef ik, en het wordt steeds duidelijker wat voor een effect trauma heeft op de mens eigenlijk. En hoe ze dat hun realiteit zo kan aanpassen dat zij gewoon niet de positieve veranderingen zien, het proces zien en gewoon nog steeds blijven hangen op alles wat maar verkeerd en fout gaat. Terwijl sommige dingen breken af juist om, zodat er iets nieuws, beters gebouwd kan worden. Omdat hetgene wat er was eigenlijk beschadigend was voor ons, weet je wel. Maar die mensen zien het niet en zien gewoon alleen maar dingen afbreken, omdat ze heel erg vasthouden aan alles wat er is en niet toegeven aan verandering. En deze mensen die leven echt gewoon, denken gewoon dat de wereld bijna vernietigd wordt en dat alles. Er zijn genoeg mensen die ik gesproken heb die letterlijk het einde van de wereld preken. Yeah. Yeah. Binnen zeer substantieel korte tijd. Yeah. Die zeggen van binnenkort vergaat de wereld gewoon. Maar dat is ook van alle tijden. Ja, dat is echt van alle tijden. Je hebt altijd iemand gehad met een bord om zich heen met the end is nigh. Ja, maar het is nu wel wat. Het is nu wel wat meer, weet je wel. Ja, het heeft natuurlijk ook internet. Dus ja, je hebt nu wel wat meer. Die mensen zitten in het einde van de wereldclubje bijna zonderhand. Ja. Alleen ik had net bij wat je zei over die mensen die dat zien, dat is ook gewoon like conservatisme. En ik denk dat met globalisme ook hoeveel natuurlijk, maar vergroot dit ook alle problemen die er al zijn. En zijn er heel veel mensen, opportunisten, die van de globaliteit, van de interconnectedness van de mens heel veel gebruik maken. Alleen ik denk dat het ook veel meer duidelijker wordt, hoe meer ook met internet, dat de perspectieven zijn echt duidelijk zichtbaar. Dat het, je gaat er niet het is niet ontsnappen, al die perspectieven. Dus ik denk ook dat we daar uiteindelijk naartoe gaan. Ja. Ja, dat hele globale. Weet je, ook, het heeft veel negatieve punten, maar. Ja, maar met die afgelopen 3 jaar zag je dat ze die hele wat eerst daarvoor zeg maar een soort van een diamant was van globalisme. Hè? Dus dat het feit dat jouw producten uit China en Korea en Australië komen en ingepakt worden in Cambodja en nog extra verscheept worden in Oeganda en weet ik veel wat. En dan komt het hier. Dat liep dus inderdaad die afgelopen 3 jaar helemaal vast. Hè? Dus met allerlei restricties en een schip die dwars lag en weet ik veel wat voor ons er allemaal niet gebeurde. En liep de hele wereldeconomie liep vast. Alles werd duurder, dingen waren niet meer leverbaar. En dan zie je dat we eigenlijk alles best wel gebaseerd hebben op een heel fragiel systeem. Maar dat is zeg maar wat ik zeg met like, globalisme vergroot ook problemen. En daarmee is denk ik het systematische probleem wat ik zie als kapitalisme. zeg maar, je hebt het ook helemaal aan het juiste punt. Like, de economie op een like, grote wereldschaal is ook fucked up. Maar dat is omdat het systeem is fucked up. En dat wordt alleen maar uitvergroot. Ik denk dat het eerder een symptoom daarvan is dan het probleem van globalisme. Dat is gewoon een inevitability. We zijn gewoon zo connected. Ons geld is ook fucked up. Dat is ook wel een beetje de kern van het probleem. Dat geld gewoon, dat er gewoon die euro, dat ziet er niet goed uit, zeg maar. En vanuit een economisch perspectief ziet de euro er niet heel toekomstbestendig uit, zeg maar. Ja, dat zie ik ook best wel vaak eigenlijk. Want dat is kut, weet je wel. Het geeft een hele hoop onzekerheid en zo. Ja, hoe de waarde de hele tijd verandert en zo. Ja, maar je ook gewoon letterlijk minder kan kopen met jezelfde geld. Hè. Dus zowel verpakkingen worden kleiner als prijzen worden duurder. En dit is al heel lang zo. Het is al 20 jaar lang, wordt alles duurder. Hebben in 20 jaar lang zijn de lonen verhoogd of zo? Maar het is überhaupt debiel dat je eten koopt eigenlijk. eten is gewoon een recht, toch? Het zou een recht moeten zijn, vind ik. At least een basic, gezonde maaltijd zou iedereen moeten krijgen. Hey, water, it's not that much. En het is super feasible. Het is gewoon dat degene die daar
like, in controle van zijn, het niet toelaten. Yeah. I think that's the only problem. And they just artificially, like, increase the prices, just like that. Like, yeah. Ik heb trouwens een leuk allesomvattend concept eigenlijk. Want kijk, als je probeert de wereld gewoon te zien als een kind, weet je wel. Een kind die doet dingen, weet je wel, die leert, weet je, en je maakt dingen mee. Zelfs wanneer je ouder wordt als kind, gewoon, weet je wel, je maakt dingen mee, je maakt fouten, je hebt iets nieuws, het is interessant. Op een gegeven moment leer je wat het is, ga je er anders mee om. Zo is het hele leven eigenlijk ook. En al lijken, net als met elektronica, technologie en zo, al lijken dingen, lijken mensen er verkeerd mee om te gaan. We zitten allemaal nog in een proces dat het een soort van nieuw voor ons is. En dat we moeten nog kijken hoe we er eigenlijk juist mee omgaan. Ja, en dan is het ook nog, sorry om je te onderbreken, maar like, dat is ook gewoon zeg maar, welke stap van het proces is dit? We weten niet wat er gebeurt als je sterft, like, what's gonna happen? Like, dat is wel ook gewoon belangrijk om te weten van, kijk, een mensenleven in zo'n proces kan misschien, jij kan in een proces zijn om iets te leren, kan jaren duren of zo. Of voor iets kleins kan het weken duren. Dit is het hele leven. We praten dan over iets wat veel groter is. Dus een proces bijvoorbeeld van technologie, dat kan generaties duren. Maar dat houdt in dat het gaat dat op een gegeven moment wel gewoon, we gaan het wel begrijpen. En dat kun je ook gewoon zien eigenlijk in kleine stappen, kun je zien dat we steeds anders met dingen omgaan. En soms moet de ding eerst echt fout gaan, tot een punt komen dat we beseffen van, hé, maar dit kan echt niet. En dan wij kunnen zien van, oké, we moeten een andere kant op. Yeah. En, maar omdat het over zo'n grote periode is, omdat het gewoon echt over de hele wereld gaat, lijkt het voor ons van, oh, het is helemaal verdoemend en zo. Maar en het is ook je hele leven, zeg maar. Het is een probleem dat dan, zeg maar, volgens mij je hele leven gaat duren. Ja, snap je? Ja, het is dan jouw hele leven. Ik denk ook niet dat wij, zeg maar, wij in ons deze lifetime dat we leven, wij gaan niet de mooie oplossing, prachtige wereld zien. Ik denk dat wij gaan geen utopia bouwen. Ja, maar je moet ook beseffen. Ja, dat is voor de volgende generaties. En, like, maar je moet, ook... Vind utopia bouwen vind ik ook wel een beetje altijd een naïeve notie, zeg maar. Het is, zeg maar, de wereld zien zonder dystopia. Terwijl volgens mij utopia en dystopia... Heb je ook nodig om Gijs is er, yes. Ga even vertellen, ik ga even deur op. Maar kijk, je moet ook beseffen, het lijkt eigenlijk gewoon... het belangrijkste is om te weten dat de hele wereld is... Ik ben helemaal vergeten wat ik... maar ik heb een goeie, ik heb een andere. Ja. Ik was een keer, random, echt super random. Ik was rokend lopen naar mijn school toe. En een imam, ik kwam een imam en zijn broeder tegen. En die vertelde van, oh, roken is slecht, hè? Weet je dat? Laat me iets moois vertellen. Nou, ging helemaal een mooi praatje vertellen over het paradijs. En ik ben daar, was toen echt heel sceptisch over. En toen ben ik gewoon meegegaan. En hebben ze met me, want ze gingen naar de moskee toe en zo. En toen heb ik gewoon eigenlijk gewoon, ja, heel normaal gewoon gevraagd van, ja, paradijs, hoe zie je dat? Want ik kan het gewoon niet begrijpen, zeg maar, van dat iets anders. En hij zei van, ja, dat klopt ook, je kan het niet beseffen. Zie het kind, zeg maar, jij gaf net een metafoor van het leven als een kind. Hij gaf dat ook, maar dan zie het leven als een kind dat nog niet geboren is, dat nog in de buik van de moeder zit. Stel je voor, je zou de telefoon in de buik van de moeder kunnen zetten. Je zou de baby kunnen bellen en zeggen van, hey, je beschrijft gewoon de wereld buiten de buik. At that point, dat kind kent alleen maar de buik van zijn moeder. Dat is zijn hele wereld, toch? En hij zou nooit kunnen beseffen alles what's going out, going on outside of that. Mm-hmm. And like, we are the same. Wij zijn ook nog in die cosmic belly, zeg maar. Yeah. Dat zei hij. En like, dat gaf me wel meer perspectief van, oh ja, je kan ook dat soort dingen, denk ik. Dat kunnen we gewoon niet begrijpen. En daar moet je ook tevreden mee zijn of zo. Ik denk dat het ligt meer aan een perspectief van, ik denk dat die paradijs is juist, ik kan me voorstellen hoe die utopia er al uitziet en zo. Omdat jij zei zo net, het gaat een hele leven duren dan dat jij gewoon meemaakt dat die nog negatief gaat met technologie bijvoorbeeld. Maar zo'n telefoon gaat af. Ja, ik hoor het ook. Oh, maar de meeste mensen... Altijd weer. Maar de meeste mensen... Ik praat net over technologie. Maar, ja, precies. Maar de meeste mensen die zijn juist bang over waar de wereld heen gaat. Niet eens over per se nog waar de wereld echt nu is. Het is niet dat
al het rotzooi nu al bij hun is. Ze zijn echt bang voor, oh, de wereld die vergaat, weet je wel. Dus hun hebben het niet eens over van, oh, dit leven nu. Dit leven nu is super kut. En zijn bezig met van, wat gaat er verder, waar gaat het leven heen? Waardoor het eigenlijk ook verder niet echt uitmaakt om te denken aan utopia als wij nog niet in die tijd geleven dat allemaal weg gaat zijn. Maar om te kunnen accepteren dat wij in een proces zitten dat gewoon bij het leven hoort. Wanneer je dat echt volledig kan accepteren, dan je gaat een utopia zien. Wanneer je gaat het proces maar meer... Is dat je niet gaat... ook gewoon boeddhisme? Ja, je gaat... Zijn met dat je nooit tevreden zal zijn? Ja, ik weet niet. Ik zit er niet echt een labels op of zo. Dat is gewoon letterlijk hoe ik naar het leven kijk of zo. Boeddhisme, ja. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Ja, het is allemaal... Ja, het is gewoon... Ja. Samenhangend. En, maar ja. Nee, weet je wat het is? Waar ik dan angstig voor ben... En dat is misschien dan de trauma die we met z'n allen voortzetten... is want we hebben ook zeg maar een unieke progressie. Ja? Als je kijkt, in ieder geval zover wij afweten van de geschiedenis... hebben we niet eerder iPhones gehad en dergelijke en internet. Mm-hmm. Ik ben me ook gaan verdiepen in allerlei gekke theorieën... met allerlei geschiedenis die misschien toch moderner was... als dat we hebben gezien. Ancient. Misschien in Atlantis... waar inderdaad al gewoon hoogwaardige technologie was. Al zelfs ook al eerder. Dat er gewoon, weet je, als je in die Tartaria shit gaat verdiepen... dan zou er ook misschien een samenleving kunnen zeggen... die al bijvoorbeeld eerder elektriciteit heeft uitgevonden. Maar ik denk, zoals wij nu geconnect zijn met dus het internet... en ook direct met die kleine apparaatje... bij ons hebben. Het voelt heel vreemd. Het voelt niet alsof het hoort of zo, weet je wel. Nee. En als je ziet hoe snel die ontwikkelingen gaan, waarbij we dus inderdaad die bandbreedte, wat Elon Musk ook heeft, willen verkleinen, waarbij je dus gewoon met je mind die shit kan aansturen, dan zit je al heel snel, want mensen gaan dit willen, mensen willen dit, en het gaat gebeuren, tegen een nieuwe soort evolutie aan, die niks meer met organische mensheid te maken heeft. En dat is een beetje... Waar ik met argwaan ogen naar kijk. Hè? Waar ik ook denk van, moet ik hier aan participeren of niet? Yeah. Hoe ik het zie, is dat we straks een verdeeldheid hebben in mensheid. Mensen die hebben gekozen voor het organische zijn en het intrinsieke kennis, spirituele stukje leven. En mensen die dat surpassen door zich volledig te immersen met digitale technologie en een soort van cyborgs, hive mind-achtige ras worden. Waar wij dan uiteindelijk ter slachtoffer van vallen. Ik zit hiermee in tweestrijd. Like, ik heb hier ook echt veel over gelezen en zo, maar het hangt al snel naar eugenics toe. Gewoon, zeg maar, het meer de filosofie of de ideologie achter het tegenhouden of het verder zetten van meer een puur ras of gewoon meer die kant op. Ja, weet je, om echt alleen, te... Oh, sorry. Ik denk wel, like, of course, I'm against Neuralink en Elon Musk en Hivemind. That's not the way, not my way, I think so. Zijn theorie is dus, ik moet het als eerst doen, anders gaan anderen het doen. En dat kan ook, ik snap dat ook wel een beetje. True, maar ik denk ook dat er wel heel veel neurologisch onderzoek, of zeg maar stappen in neurologische technologie kan worden gezet voor medische purposes. En ik denk dat je dat niet moet undervaluen, zeg maar. Ik denk dat het ook een positief kan hebben op society. Maar ja, dat heeft allemaal weer te maken met wie is er... Van wie is die macht? Wie heeft die macht in handen? Van wie is die technology? Is het die selfies te maken, shit, alles? Hoe zeg je dat? Ja, ik ben niet van technologie, maar... Ja, ik ben niet van technologie, even selfie maken, je weet het. Nee, maar ik wil even op aanhaken hier, hoor. Want het hele punt, je hebt gelijk inderdaad. Het is van wie is het, hè? En dat is ook die hele beweging van open source. En wat is al bijvoorbeeld heeft uitgespeeld met die hele Apple, Steve Wozniak versus Steve Jobs. Hè? Moeten we een gesloten systeem creëren wat onder controle blijft van het bedrijf en daardoor een superieur product wordt? Of wordt het open source, zodat mensen er zelf mee komen en dan verspreidt het zich als een bacteriën en dan hebben mensen eigen individuen, zoals bijvoorbeeld een Linux. Maar ja, je kan wel stellen dat Linux als economisch
gezien een stuk minder aantrekkelijk is als bijvoorbeeld een Apple. Hè? En dat is ook wel een beetje dat probleem, dat incentive om inderdaad de macht bij de mensen te leggen er niet echt is. En terwijl die technologische ontwikkeling wel gewoon keihard doorgaat. Je ziet dat nu met die ontwikkeling van de CBDC en met Bitcoin, die wordt geshunt als een of andere corruptietool. En terwijl als ergens corruptie is, dan is het wel gewoon in onze normaal monetair systeem. Ja. Met centrale bankiers die samenkomen om onze economie te besturen en weet ik veel wat dan maar niet. De mensen die nu deze progressie leiden, daar heb ik mijn twijfels bij. Daar ben ik huiverig over. Ja. Ik zeg niet dat de wereld eindigt. Ik denk ook wel dat we er aan de andere kant uitkomen. Alleen, ik heb wel zoiets van, ja, dit gaat echt. Ik weet niet wat ik ermee moet, maar ja, ik denk niet dat ik er... Je moet er niet blind induiken. Laat me even op inhaken, want hoe zeggen dat? Jij hebt het over gewoon dat die van Elon Musk, dat je daar... toch een angst voor hebt voor wat dat die ontwikkelingen heen gaan. Daar begon je eigenlijk mee. Dat is wat je nog wel een beetje angstig vindt, weet je wel. Ik vind als ik die lijn doortrek van waar deze ontwikkelingen heen gaan, dat betekent dus dat het de meest innovatieve technologieën die invloed hebben op ons in de handen liggen van een heel klein groepje mensen. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal fout. Ja, maar letterlijk uiteindelijk het beste wat je mee kunt doen is gewoon... Ik snap het. Je moet er naar kijken en dan kijken. Nee. Het is alsof je zeg maar een boot, hè, een grote cruise ship uit koers ziet gaan en in de kade ziet crashen. Ja, het gaat heel langzaam. Maar uiteindelijk gaat de hele godverse zooi naar de kloten, weet je wel. Nee, maar dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel meer de angst die het je geeft. Je moet kijken naar die gevoel. Je moet kijken van, hoe voel ik me hierbij? Toch, waar ben ik eigenlijk bang voor? En dan uiteindelijk... Ga in op jouw gevoel, op jouw emotie, hoe jij erover denkt. Daar wordt het dus heel erg tegenstrijdig. Want ik ben toen het begin van deze podcast begonnen met dus echt in mijn gevoel te staan en minder na te gaan denken. Want dat denken, dat brengt je ook maar zo ver. En op een gegeven moment maak je jezelf alleen maar gek, niet van ekken. Dus ik ben meer gaan voelen. Hè? Dus gewoon loslaten wat er in je hoofd gebeurt. Vooral inderdaad de positieve dingen eruit plukken. En voor de rest inderdaad gewoon in een goed gevoel blijven. Maar als ik dus inderdaad... dat leidt me dus inderdaad ook... want ook dat weer, die technologie... Ik ben een tech... Ik hou er wel van. Ik heb een hekel aan computers. Mijn hele huis staat vol met computers. Hè? Ik heb een hekel aan kabels. Mijn hele huis ligt vol met kabels. Dat is een beetje de essentie van mijn zijn. Weet je. Ik ben zo enthousiast over al die technologische ontwikkelingen en de potentie die erin zit. Maar ik vrees zo erg voor de kracht daarvan. Maar daarom... Maar hoe zeggen dat? Yeah. Ik kan jou niet zo snel uitleggen waarom... je niet bang voor hoeft te zijn. Het is letterlijk alle angsten die je hebt komen voort, hebben roots bij jou. Die beginnen bij jou. Die komen voort uit een pijn, uit iets wat jou is aangedaan, gebeurd. Toch iets wat je hebt meegekregen. Ja, ik weet dat ik een blanke man ben en dat het heel controversieel is om te zeggen voor mij, maar ook ik voel me ook onderdrukt in een systeem. En ik heb het idee dat die onderdrukking niet te goed gaat, weet je. Want je wordt nog meer gereduceerd naar een nummertje. Het gaat ook niet over huidskleur. Het gaat ook... Het gaat altijd over... Er moet een marginalized group zijn. En tijd bepaalt wie dat is. Zeg maar, nu zijn dat gay people, black people, whatever. Maar als ze daarmee klaar zijn, dan komen ze ook voor poor people. It's always a thing. Maar het is niet... Yeah. Ik denk dat die oppression is gewoon lifelong nu vooral. Ja, het is toch weer systematisch iets. Die komt voornamelijk voort omdat ik zeg maar een systeem opgedrongen krijg waar ik mezelf niet in thuis voel en een gebrek aan alternatieven is. What? En nu kan je nog een beetje, en vroeger helemaal, tussen de marges doorzwemmen om een beetje te fucken met het systeem en dan kon je gewoon je eigen stukje eruit hakken. Maar naarmate die technologie steeds absoluter wordt, jouw identiteit steeds meer gereduceerd wordt naar een exact gegeven in een dynamisch systeem die gecontroleerd wordt door een centrale orgaan. Dan heb je die dingen waar ik mijn hele leven al tegenaan ben gelopen, alleen dan op steroïden. Dat is inderdaad die angst. En ik denk dat het een oprechte angst is. Maar het voelt, hoe zeggen dat? Ik ben bijna wel van overtuigd dat hoe die systeem nu een effect op jou heeft, dat jij zoiets ook al hebt meegemaakt, gewoon echt als klein kind. Gewoon omdat, zoals ik al eerder zei, van. Dat waar de wereld nu heen gaat, weet je wel. Ik kan zien hoe dingen beter worden, maar dat ik ook gewoon heel duidelijk zie hoe mensen echt
heel veel dingen slecht zien. Dat is gebaseerd op hun angsten. En het is ook die angsten waar je nu over praat, die ervoor zorgen dat... Ik besef bijvoorbeeld, ik hoor je al die dingen van Elon Musk en zo. Maar ik ben niet, ik ben niet bang voor wat gaat gebeuren en zo. Omdat ik weet wel van, dat angst... In angst leven zorgt ervoor dat jij gewoon... Fear is the mind killer. Ja, dat jij gewoon in een gesloten ruimte gaat leven. Dat jij gewoon niet verder kan kijken naar wat er nou echt is. Want die angst gaat jouw zicht blokkeren. Dus het is letterlijk uiteindelijk... Je gaat niet begrijpen wat er nou gebeurt hier in dit leven... voordat je eerst jouw eigen angsten gaat oplossen. Want die angsten gaan jouw hele beeld vervormen. En dan weet je niet wat echt is. Dingen lijken wel allemaal erg te zijn, maar... Zolang je met angst rondloopt, kun je niet vertrouwen wat echt kut is en wat niet. Ik denk dat ik wel een beetje snap wat je bedoelt. En waar dat ook dan zeg maar praktisch... Want ik zit te luisteren naar jou en denk van... Het is allemaal heel leuk, holistisch gepraat. Maar hoe kan ik dit praktisch toepassen op mezelf, mm-hmm. zeg maar? Ik denk dat heel veel luisteraars dat ook hebben. Mm-hmm. Maar hoe ik dat dan volgens mij... want ik zit een beetje in zo'n strijd... Om mensen die echt technologie afzweren... om die enigszins ook blik te geven van wat er... Alles wat gepresenteerd wordt is niet per se het alternatief. Het kan veel meer. Er zijn heel veel mensen voor geweest die inderdaad echt naar deze issues hebben gekeken. En die hoor je nu niet. Wat nu inderdaad heel veel wordt gepresenteerd is dat ene plan en die ene uitkomst waar we met z'n allen zo voor moeten gaan. Maar dat klapt wel echt een hele groep mensen gewoon dicht. Die zeggen van nee, we willen dit helemaal niet meer. En we willen alleen nog maar met cash betalen. Wat? We moeten terug naar vroeger. We gaan alleen nog maar sla en vlees verhandelen. En die hele beweging, dan denk ik van, ik zit ernaar te kijken en ik denk nee, kom terug, ja, weet je. We hebben jullie nodig om juist decentraal te gaan, weet je. We moeten niet, want nu heb je dus al die mensen die zeggen, die checken gewoon out. En dan hou je dus dat keiharde kerngroepje over, die dus nu een of ander soort van totalitair digitaal systeem gaan zitten optuigen. Ja. Kijk, dan komt dat eigenlijk, om van jouw angsten af te doen, daarvoor moet jij mentaal doodgaan. Jouw angst is en het is ook niet zozeer of ik er angst heb voor, maar ik zie het gewoon gebeuren. Het gebeurt. Ja, maar het gebeurt nu, weet je wel. En ik heb niet zozeer een angst. Hoe die mensen reageren, heb ik het meer over eigenlijk. Ja. Hoe die mensen reageren. Ja, die mensen die weglopen, die moeten terugkomen. Ja. Kijk, hun hebben ook angsten. En om daarvan af te doen, dat is zoals van mentaal doodgaan. Zoals ik al zei van, mensen gaan liever echt dood dan dat ze echt hun persoonlijkheid en hun angsten opgeven. Omdat dat een veel heftiger proces voor hun mensen is. Mensen zeggen dus, dat ook gewoon, ik ga nog liever dood, weet je wel. Snap je? Dan dus, mijn principes opgeven of snap iets je? Dus tussen dat en echt doodgaan zit ook al die andere acties. Die mensen doen alles om dat te vermijden. Omdat dat is uiteindelijk echt... Jouw pijn ingaan, jouw verleden ingaan. Want daar komen uiteindelijk al die angst en trauma's vandaan. En mensen leven ook zelfs in een wereld waarin we eigenlijk, de meeste mensen zijn opgevoed om daar gewoon niet naar te luisteren. Om dat maar weg te vagen, jouw emoties, jouw pijn, dit, dat, weet je. Om daar niet serieus naar te kijken. Waardoor deze mensen, voor hun is het heel erg lastig. Want jouw angsten creëren jouw realiteit. Om iets... Een angst los te laten houdt in dat jouw realiteit van het leven gaat veranderen. Dat is bijna een error kan gewoon gebeuren of zo, weet je wel. Omdat je moet gewoon ineens, het leven wordt anders voor jou. Dus heel veel mensen zijn heel bang om die stap te nemen. En daarom doen mensen allemaal gekke dingen, allemaal protesteren. En het is ook pijnlijk, dingen terugtrekken van zichzelf en zo, weet je wel. Puur omdat ze niet daar willen gaan. Nog, ze plegen liever zelfmoord dan dat ze dat doen. Wacht, we kunnen filmpjes kijken hier. Ja. Oké, kan je misschien kennen jullie Zizek? Filosoof, socioloog. Ik geloof dat hij... Hoe spel je dat in godsnaam? Z-I? Z-E-K. Z-E-K? Ja. Zizek. Zoek op van hem ideology en dan glasses. Ik denk dat je hem dan wel... Staat wel ergens bij zo'n... Even kijken. Wat? Hoe heet die film? They Live of zo. Oh, They Live. Ja, oh, natuurlijk. Ja, daar heeft hij een prachtige section over. Dus het staat sowieso wel daarop. Zizek, They Live of zo. They Live. Dit zegt ook heel erg over dat het pijnlijk is. Ja. Deze, die bovenste? Dat is hem. Ik hoop dat het... dit stukje uit de film. Ik heb je een keuze. Either put on these glasses or start eating that trash can. I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. The material force of ideology makes me not see what I'm effectively eating. It's not only our reality which enslaves us.
The tragedy of our predicament when we are within ideology is that when we think that we escape it into our dreams, at that point we are within ideology. They live from 1988 is definitely one of the forgotten masterpieces of the Hollywood left. It tells the story of John Nada. Nada, of course, in Spanish means. Is het, moeten dit 6 minuten kijken? Ik ben bang, want dit gaat over die film Day Live. Ik ben bang dat ik straks die auteursrechtenclaim krijg geslept en zo. Ik ga het even voor je samenvatten wat hij hier een beetje zegt. Want het is best veel om op je te nemen. En hij praat ook altijd een beetje gek of voor veel mensen. Maar hier, de film gaat over, er is een gast, gewoon een random ass guy. En hij vindt een bril. En als hij die opzet... dan ziet hij alle ideologie. Dus een magazine zegt consume. Een billboard, daar staat opeens alleen obey. En hij heeft een vriend in die film. En hij wil hem die bril geven. Maar die vriend, die wil die bril niet op. Nee. Die weet dat de realiteit al fucked up is. Hij weet al zo goed, in zijn aard, er is iets fout. Maar toch wil hij blijven in zijn realiteit. En het is pijnlijk om, zeg maar, te accepteren dat de realiteit zo is en om weer de glasses op te doen om de ideologie weg te laten vagen. Omdat het is pijnlijk. Dat is voor zoveel mensen is dat zo. En ja, dat is een beetje zijn punt. Het is pijnlijk. Waarom? Omdat wanneer de ideologie weggaat, weet je wel, dan moet je direct gewoon jouw angsten gaan feesten. Want die ideologie gebruikt je om elke keer jezelf goed te laten voelen. Dopamine te krijgen, weet je wel. Terwijl we eigenlijk allemaal gewoon met trauma zitten. Maar mensen bouwen hun ook een identiteit op rondom hun ideeën of ja, de groep waar ze mee affineren. Maar het is ook iets wat we... kennen jullie Anunnaki? Nee. Nee? Nee, nooit Anunnaki? Anunnaki, dat gaat in een nutshell over een alien race die hier, weet ik veel, 15.000 jaar of zo is neergedaald of al zat of iets dergelijks. En ook van verschillende, ik weet het allemaal niet precies. Ik weet het niet heel goed. Hè? Maar in ieder geval, je had de Enki en die moest goud hebben voor zijn planeet. Dus die had hier wezens die hier al waren. Misschien proto-mensen of andere mensen of een andere ras of zo. Biologisch gedupliceerd naar een ultiem slavenras. Die goud gingen mijnen. En dat is uiteindelijk wat wij zeiden. Dit is niet, zeg maar, een Superman's novel of dit is niet iets wat verzonnen is door een of andere gekke professor. Dit komt uit geschriften van het Mesopotamische tijdperk. Dus die grote tabletten die gevonden zijn. Yeah. Het spijkerschrift. En daar staat dit verhaal in geschreven. Yeah. En dat gaat er dus om. En wat het dus eigenlijk zegt over ons, hè, als wij dit aannemen, dat wij intrinsiek op zoek zijn naar leidinggevende en houden van goud. op een of andere fucking manier. Want dat is wie wij zijn en dat is hoe wij gekweekt zijn. En ik heb dat nu in mijn hoofd zitten al een tijdje. Mm. En ik zie dat ook om me heen. En bijvoorbeeld, want ik beweeg me in enorm veel complotten de laatste tijd. De hele Flat Earth Movement. Waarbij hun zichzelf in misschien verdieping van 2-3 jaar hun volledige identiteit hebben opgebouwd rondom dat onderwerp. En het moment dat je dus een alternatief aanbiedt zoals, oh, ik heb vandaag een Space Shuttle lancering zitten kijken. Oh, je bent zeker zo'n globetaard. Nee, je moet je verdiepen in Flat Earth. Leef je niet in de waarheid? Yeah. Zij kunnen niet meer. Heel veel mensen die zijn er zo ver in gegaan. En dat zijn ook type mensen, weet je. Ik heb hier maar die daar wel gewoon, ja, ik weet niet, weet je, die op een of andere manier klaarstaan om gewoon de next thing te pakken en daar zo'n volledige identiteit van te maken. Of misschien er gewoon helemaal in blijven hangen. Dat is zeg maar wat ik wil zeggen. Want jij zegt dus, je moet jezelf helemaal uitkleden, losmaken van al die dingen, dan ben je leeg en dat is eng. Maar dan ben je dus ook op je meest vatbaar voor allerlei andere zaken. Yeah. Weet je wel? En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind Flat Earth, vind ik niet als iemand, ik heb 100 maal liever dat iemand gelooft in Flat Earth dan in een christendom bijvoorbeeld. Ben je op je meest vakbaar eigenlijk? Heerlijk. Omdat je dan ben je leeg. En wat je wil is gevuld worden. Hè? En je bent op zoek naar iets om jezelf mee te identificeren. Want het hele doel hier in het leven is om toch iets
te maken van dit en jezelf en dan dingen te vinden en dan, daar, en dan jezelf voor te stellen aan anderen. Ja, maar wat houdt leeg in eigenlijk dan op dat moment? Dat je geen identiteit hebt. Dat je in dwaalspoor bent. Dat je denkt van, nou ja, ja. Heb je identiteit nodig om dingen te doen? Ik weet niet. Nee, in principe niet. Ja. Maar ja, dat is wel waar heel veel mensen naar vragen. Dus dan uiteindelijk gaat het toch wel weer naar op zoek, zeg maar. Ja, maar het is wel een cirkeltje waar je uit zou moeten komen. Snap je? Dan is het gewoon meer mentaal. Want als je nu zo tegen mij praat, denk je op dit moment aan jouw identiteit of praat je gewoon? Of ben je gewoon bezig nu? Oké, kijk. Ik denk dat het... voel wel heel erg dat ik een blauwe trui aan heb. Ja, man. Nou, tegen die zwart-wit kleding van jou. Hij is eerder een beetje grijs, hoor. Grijs? Ja, hij is ik laat u er heel lang over discussiëren. Wat over hoe, wat voor kleur deze trui is, ja. Kijk eens thuis, jullie moeten maar gewoon kijken. Ja. Is het blauw of grijs? En voor de luisteraars, ja. Voor de luisteraars, jullie hebben pech. Ja. Dit is geen gesprek voor jullie. Voor de luisteraars, hij is blauw. Maar ik vind hem grijs. Weet je zeker niet dat hij goud is? Was er een tijd geleden toch zo? Goud en blauwe jongen. Ja, laten we dat ook lekker in het verleden houden. Dit zijn dus fantastische dingen. Dat gaat wel dieper eigenlijk, hè? Ja, dat zijn fantastische dingen. Want je wil dus inderdaad een serieus gesprek hebben. En dan zit je met dat soort mensen die het over dit soort dingen hebben. Ja. En die zijn er altijd. Die ga je nooit wegkrijgen. Er zijn altijd een soortje mensen die altijd zoiets hebben van... Weet je wel, ik heb bijvoorbeeld ook iemand die mij volgt. En die vindt het enorm leuk om te stoken tussen mij en de flat earthers. En dan krijg ik weer allerlei gezeik over me heen en ook inderdaad te zeggen dat ik gefinancierd word door de overheid en dat is soort shit. Is ook zo. Ik heb het gezien. Ik zag blauwe brieven overal. Ja. Dit is toch min financieringen. Het waren ook groene brieven. Hoe zeg je dat als je zonder persoonlijkheid hebt, heeft dat soort dingen geen effect op jou? Ja, dat probeer ik dus. Ik ben dus zonder persoonlijkheid ingestapt en dan 2 jaar later, dan heb je toch zelf iets aangewend en iets waar je je mee wil affineren. En ik moet eigenlijk gewoon weer even truffels doen of zo, man. Dat moet even helemaal los van al die fucking ellende van al die andere mensen die ze op mij hebben geplakt en shit. Ja, dat is wel zo. Oké, ik had nog wel een take over eigenlijk net een beetje wat je zei, voordat we de identiteit kan daarvan bespraken. Like, ik denk dat het ook heel veel mensen zijn gewoon op zoek naar een antwoord. Mensen zijn zo twijfelend en in angst dat ze op zoek zijn naar een antwoord. Maar mysterie is niet altijd... Mysterie is niet altijd mysterieus. Like, ik denk dat het ook, net als bijvoorbeeld, als je kijkt naar ancient civilizations, als je kijkt naar de Grieken, die geloofden ook in de goden, dat die ervoor zorgden dat er bliksem was en zo. En het is nu veel makkelijker om te geloven, oh, er is een mystical ancient power of van figuren die samenkomen en satanistische rituelen doen. Dat is een veel makkelijker antwoord van, oh ja, daarom is het fout allemaal. Weet je wat nog makkelijker is? Wat is de Joden de schuld geven. Daar komt het altijd op neer. Altijd super makkelijk altijd om de Joden de schuld te geven. Ja, en dat is... dat gebeurt er zo snel. Like, ook heel erg met die flat earth theory. Waarom? Je moet altijd vragen waarom. Like, wat is het nut van dat wij dom worden gehouden dat de aarde plat is? Like, wat wil je ermee bereiken? Oké, de aarde is plat. Prima. En dat heeft vaak, als je doorkijkt... heeft dat altijd een antisemitisch staartje. Like, echt heel vaak. Zal platte aarde ook antisemitisch zijn? Heel snel. Heel snel antisemitisch weer. die link wordt, die is er wel. It's been proven. Voor mij is die flat earth of mensen die over politiek klagen of Elon Musk. Uiteindelijk, het is allemaal denken dat de problemen buiten ons liggen. En geloven wat onze gedachten tegen ons zeggen, weet je wel. En ik weet niet, dan, het maakt niet eens uit of het nou echt zo is, of dat het nou helemaal onzin is wat er gezegd wordt. Zolang het niet te maken heeft met jou, ben je sowieso bezig met dingen die gegenereerd worden in jouw hersenen. Like, een heel simpel ding, mensen praten vaak ook over respect. Maar respect bestaat uiteindelijk uit jouw normen en waarden. Dus iedereen heeft eigenlijk een ander concept van wat respect is. Dus wanneer iemand jou wat niet respecteert... mijn concept van respect... ik denk gewoon liefde. Yeah. Meer niet. Dat is ook heel breed.
Ja. Het betekent ook voor een ander. Die ander vindt het heel lief als je er met een zweep slaagt. En de ander die wil graag kusjes hebben op de wang, weet je. Dus het is... Ja. Ja, liefde is voor mij gewoon iets waar je goed bij voelt. Energie, je toch, like, gedachten en zo kunnen heel erg verschillende. Maar energie, dat ligt niet, snap je? Je kan een gesprek met iemand voeren. En dat kan een heel leuk gesprek zijn vanaf boven. Maar de energie kan eigenlijk zijn dat jullie elkaar niet mogen. En die energie, die hangt er ook gewoon. Maar dat dus... hangt ook samen met liefde. I think dat liefde in heel veel dingen het antwoord is. En dat is zo'n cliché. Maar ja, maar weet je, het ding is, heel veel mensen zeggen ook... Een ding is, je hebt twee dingen. Je hebt dingen die zijn liefde en je hebt dingen die zijn vanuit liefde. Like, vanuit liefde is geen liefde. Want vanuit liefde kan alles zijn. Iemand kan jou doodmaken vanuit liefde, snap je? Dat kan vanuit liefde komen, maar dat is geen liefde. Dus ja, maar exactly. Dus, maar it's still love, from love. Inderdaad. Ja, maar het is geen love. Vanuit liefde is geen liefde. En dat is een passion crime, is dat toch? Snap je? Dus dat is inderdaad vanuit jaloezie of eigendomsrecht. Of, ja, maar uiteindelijk dan vanuit liefde. Maar uiteindelijk, het is gewoon... Nee, het zijn mensen die liefde misrepresenteren, zeg maar. Ja, snap je? Maar het is geen liefde. Ik heb het ook heel vaak gezien. Dat is ook zo'n cliché, weet je wel. If you love something, you set it free. He, om dus inderdaad uit liefde een relatie te kunnen beëindigen en dat soort zaken. He, omdat jij van die persoon houdt, je ziet dat die persoon ongelukkig is. Ik wil graag er wel mee zijn, maar je laat het gewoon los, weet je wel. Ja, maar dat is real. Maar dat zijn wel van die tegenstrijdige dingen. Die inderdaad niet iedereen helemaal, daar moet je wel hoog emotioneel coëfficiënt voor hebben, zeg maar. Ja, ik heb dat gewoon toevallig ook gewoon gedaan afgelopen einde van het jaar. Yeah. En dat was ook gewoon voor mij zelfs heel raar, want uiteindelijk je gaat soort ook van tegen jouzelf in, maar je moet en dan pas ga je beseffen dat heel veel van jouw eigen gedachten, dat je daar die niet eens zelf creëert, dat die gewoon de hele tijd maar komen. Want wanneer je eigenlijk al weet hoe dingen in elkaar zitten, kunnen uit angst om iets te verliezen alsnog allemaal gedachten komen om het maar gewoon vast te kunnen houden, weet je wel. Dus dan, toen ik die keuze wou maken om het los te laten, het uit te maken van mijn relatie, komen dan op een gegeven moment situaties en allemaal gedachten die eigenlijk denken van ja, maar waar ben ik eigenlijk mee bezig? Omdat het is niet dat er ruzie is. Ik doe die ding uit liefde, weet je wel. En dan, wanneer je het uit liefde doet, denk je van ja, maar moet ik het wel doen? Geef ik niet te vroeg op of zo? Maar dan besef je wel van ja, de feiten liggen daar wel. Maar ondanks dat die feiten daar liggen, komen toch die gedachten die het allemaal toch proberen goed te praten. En vooral op het moment dat je dan een besluit hebt genomen voor knopen doorgaat, dan gaat in één keer alles er heel anders uitzien. Hè? Ja. Je hebt zo'n metafoor en het is de roze bril die na een break-up komt. Hè? En dan als je inderdaad met z'n tweeën hebt besloten of whatever, of in je eentje besloten van het gaat einde, dan in één keer lijkt wel alsof alle nare dingen gereset worden. En dan zit je alleen nog maar nostalgisch terug te denken aan al die goede dingen en alle goede dingen die misschien nog hadden kunnen zijn en dat soort zaken. Dat is ook zo'n. Ik heb dat al meerdere malen ervaren. Dat ik dacht van ja. Dat zijn gewoon jouw gedachten, jouw hersenen die jou gewoon proberen te saven om niet in die pijn te vallen. Want als je aan die goede dingen denkt, dan eigenlijk kun je gewoon even lekker dromen, nog steeds in die realiteit blijven die eigenlijk al daar niet meer is. Maar je houdt er nog gewoon met je gedachten eraan vast. Zijn diezelfde mensen die depressief, of dat is hetzelfde effect van mensen die inderdaad depressief uit bijvoorbeeld de film Avatar stappen. Omdat ze niet meer kunnen meer kunnen handelen met de lelijkheid van onze wereld. Terwijl die wereld zo mooi is, weet je. Maar dat is sowieso marketing. Ik geloof dat niet. Nee, dat zal wel inderdaad van internet. Misschien wel. Dat kan wel. Ja, maar ik zie dat wel eenzelfde fenomeen van dat je dus gewoon niet. Want ik bedoel, ik heb hetzelfde gevoel ook naar een serie, weet je. Als je een hele serie hebt gekeken en het is afgelopen, dan word je ook overspoeld met zo'n gevoel van leegte, weet je wel. Die denkt, ja, dat was het dan, weet je wel. En dan kan je inderdaad, maar dat is misschien niet die roze bril of zo, maar... Maar daarom denk ik ook wel dat het uiteindelijk ook wel goed is dat wij eigenlijk allemaal die individuele drive hebben om macht en controle te hebben over onszelf. Want we zijn echt zwaar afhankelijk van onze omgeving of wij ons nou oké voelen. Want wanneer iets in onze omgeving kan verdwijnen, zitten wij ineens met leegte. Terwijl eigenlijk
Ik weet wat het is. Ik weet hoe je het goed kan vergelijken. Omdat je zeg maar geïnvesteerd bent in dat verhaal. En ook al was het verhaal niet kut. Bijvoorbeeld weet je, zombie serie waar geen einde aan komt. Walking Dead inderdaad. Ik heb er de hele tijd gekeken. En dat is dus nooit... dat was toen inderdaad... toen was het seizoen geëindigd. En toen had ik inderdaad het gevoel van leegte. Maar als ik er nu op terugkijk... Want het is zo'n enorme kut serie, weet je. Want ik weet ook gewoon dat ik me gefrustreerd heb... met inderdaad dat Rick dan verdwijnt... en nooit meer terugkomt en dan maar kutzooi. Maar dat is dus inderdaad die rode... roze bril van. Dan eindigt het en dan wil je wil gewoon niet meer, ja, die, inderdaad die leegte voelen. En je gaat dan denken van oh, dit is de beste serie en ik wil meer van dat. En dan op een gegeven moment heb je er genoeg afstand van genomen. En dan, ik had toen 2 jaar niet gezien en dan op een gegeven moment probeerde weer terug in komen en denk ik, wat een kutzooi is het eigenlijk, zeg. Weet je, het een vreselijke kutserie. Het is oprecht mogelijk gewoon voor ons om zo erg van onszelf te houden dat wij kunnen in situaties stappen en weer loslaten van die situaties zonder dat het onze emoties omhoog of omlaag haalt. Omdat we gewoon van alles in het leven equally houden. Omdat we van onszelf houden. Like, we hebben allemaal die potentie om dat gewoon te kunnen bereiken. Gewoon. En daarmee moet je eigenlijk niemand zijn. Want doordat jij een persoonlijkheid hebt... zijn er dingen in het leven waar je van houdt en waar je niet van houdt. Zonder persoonlijkheid wordt het leven equal. En dan kun je van alles gewoon genieten... en je hebt geen attachment. Als dingen weer weggaan, dan het is oké. Want je bent al oké met jezelf. Het hele leven is al leuk voor jou. Het hele leven is al die film. Dus je hebt gewoon iets in die film meegemaakt. Maar het is niet dat jij daar eventjes leuk hebt gevoeld... maar dat jouw eigen leven zelf gewoon leeg is. Dat je elke keer dingen nodig hebt om jou vol te voelen. Ja, maar ik denk, ik ben nog niet in dat proces ik ben nog niet op dat punt waar jij bent. En ik denk ook wel dat ik, maar ja, passion en hate, they go together, right? En ik denk wel dat... Ja, is ook niet zo alsof die er al is, hè? Die pijn, die... Nee. Hij weet er alleen leuk over te praten. Ja, snap je? Ik ben er ook niet. We zijn uiteindelijk allemaal één. Maar weet je, de ding is toch ook een heel logisch ding... alles wat wij creëren begint met het visualiseren, erover praten, überhaupt er naartoe gaan met onze mind al. Want alles begint in onze mind. Als wij daarheen willen gaan, dan moeten we het al wel gewoon überhaupt ervoor openstaan dat dat gewoon kan. En dat die mogelijkheid daar is. En dat al is dat confronteren naar onszelf van oké, als dat er zo is, dan ben ik op dit moment nog niet daar. En is er nog heel veel werk aan mij, weet je wel. Maar het zorgt er wel voor dat het wel blijft doorgaan in plaats van dat je denkt van ja, we gaan daar toch niet komen. Want uiteindelijk, dat houdt je weer stil. Als je ervan afsluit. Ja, als je zegt of niet, we gaan daar toch niet komen of dat gaat toch te lang duren of zo, dit, dat. Dat zijn allemaal blokkades die je eigenlijk op jezelf zet, omdat alles toch mentaal is. Ja. Is het anders? Of wil je nog wat aanvullen? Nee. Ik heb wel iets. We hebben een nummer. Oh ja, zeker. We hebben een liedje op YouTube. Ja, even liedjes luisteren. Oké. Hebben wij de auteursrecht voor? Niet echt eigenlijk ook, maar... Nee, maar ja, ik heb, hoe zeg je dat, allemaal die producers, je kon die gebruiken. En je kon free die for gewoon, profit. Ja, ik heb alles geregeld, dus dat is allemaal gewoon geregeld, ja. Oké, nou, ik ben benieuwd. Hoe heet hij? Sino Bars met een Z. Sino... Nee. Sino! Daar staat zijn, ja. A-O. I know, that's not Sino. Ja, met één zet. Yeah. Hey, ik kom best wel snel daarboven. Ja, dat is meteen. Doe de happening. The happening. Hey! Everything is simply wacht, zet hem even. We moeten eventjes... Oh, is het dat niet? Nee, oké. The happening. The happening? Ja. Deze. Deze hebben we echt snel. Ja, deze is wel slim. Shout out naar Urban Nerd Beats. Shout out. Urban Nerd Beats. Don't try to make any sense out of what I'm saying. Because your brain will take care of that automatically. Hij wil dat met de deur komen. Ik ben bezig in de opname. Dus. Just listen to this one. Voor me aan het staren en mijn hoofd die is clouded. Ben aan het denken, mijn gedachten aan het kijken. Vroeger dacht ik na. Hoe had ik rijken? Muze is anders dat ik liever wil bereiken. Of
eigenlijk heb ik het al. Als ik even niet ga zeiken, een piece of mind, tranquilo, Hakuna Matata. Ik hou het leven liever simpel, ik doe niet zo lastig. Ik blijf altijd mezelf, ook al ben ik 80. Neem me niet zo serieus, ik kan altijd lachen. Vroeger mensen konden dat soms niet van me hebben. Maar dan dacht ik dat is goed, je mag je mening hebben. Maar ik heb al lang gezien hoe het leven gaat. Toegeven aan haar, nee dat wil ik niet. Boos zijn kost nog veel tijd en die verspil ik niet. Het liefste zie ik dat niemand nog lijkt. Ik weet ik moet nu geduld hebben, het komt met de tijd. Beste wat ik nu kan doen is die focus op mij. Hoe wil ik jou blijven maken, maar ben ik zelf niet blij. Hoe geef ik jou advies als ik mezelf niet begrijp. Situatie die is anders, maar dezelfde pijn. Een pijn die moet je voelen als je wil dat het verdwijnt. Ben je boos? Denk je dat je jezelf beschermt? Maar waarom zie je toch elke keer weer hetzelfde scherm? Het ligt aan een situatie, dat vertellen ze hem. Daarom zit je ook vast in die patronen voor jaren. Jij kan rennen voor je pijn, maar dat gaat niet verjaren. Er zal altijd wel iets zijn dat het omhoog weer kan halen. Ik weet het is balen. Draai die mindset, wordt het zeker weer beter. We kunnen niet falen, alleen maar die lessen nemen. Terwijl de planeet maar doorspint, ik doorvind duellen die ik in moord, ik doorvind doorskind, betreur dat alles dat valt is alles dat naar voren springt. De vorm brengt conform kind, dromen van geld, van de vloer tot de plafond. Terwijl ik over de rivier van Giron in vlinde vorms vind. Vier cijfers om te showen wat ik van je voors vind. In onze lane is vrijwel niemand die ervoor drinkt. En jij bent een sukkel die je soep nog met een vork drinkt. Tuurlijk is het niet diep met de surface. Verscheur onmiddellijk alles wat de spiegel je surface. Ik blijf passief, sterf niet verlanden, not at your service. Als mijn dikke gewricht had, was hij niet liep in een cervix. Als mijn dikke gedichten schreef, dat heet hij in cursive. Ik breed familie vloeken, ha, ik schreef mijn hele familie boeken, gedichten. Zoiets. The happening. You look at your own thoughts. Was er nog eentje. Wil er nog eentje doen? Eentje. Ja. Ik wil eerst even nog even uitleggen. Ik moest net gewoon even een plukje check geven hier. Ja, maar daar ging het ook om. Een lokale crackje. Arnhem. Ik zit midden in een opname. Ja, sorry. Maar mag ik een plukje check hebben? Godverdomme. Sino. Lachen. Dus, maatschappelijke diensten zijn dat, hè? Ja, dat is een mooi logo. Oké, okay, alles wat jou boeit, boeit jou. Alles wat die. Oh, wacht. Ja, die mag ik niet doen, maar oké. Okay. Oké, nee, andere doen. Die is wel leuk, maar ga eens naar rechts. Ja, doe mij ook maar nog een beetje. Kun je een beetje op rechts zetten? Naar rechts? Ja, 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 op die paaltje daar zo. Ja, oké. Okay. Nog eentje verder. Ja? Het leven beweegt. Het leven beweegt? Het leven beweegt. Ja. Oké. Okay. Let's listen. Het leven beweegt. Dit is het leven. Het leven beweegt. Al zit het je tegen. Al zit het je mee. Dit is het leven beweegt, dat is zeker. Vroeger was ik onbewust, ik had streken. Vroeger was ik op die lust, ben nu beter. Het is omdat ik het niet wist, geen geweten. Het leven beweegt, dat is zeker. Ik ben aan het wachten, die maanden worden weken. Zit in het verleden en de weken worden maanden. Altijd weer iets nieuws, altijd weer iets gaande. Veel op mezelf en dat moet ik beamen. Vroeger dacht ik dat ik moet zijn met een dame. Maar al mijn passie en ambities waren staande. Ik ben op een missie, werk aan mijn karma. Het leven beweegt, er is zoveel veranderen. Woonde eerst thuis, nu op mezelf. Die family life was over in het tel. Inmiddels begrijp ik wat meer van dit spel. Mijn vader is blij, toen kreeg hij depressie. Zo veranderd, moest eventjes wennen. Keek naar hem op, naar die vrolijke man. Daarna was hij niet meer die vrolijke man. Dus ik denk, wat is een midlife crisis? Dat is wanneer shit niet meer aai is. Wanneer je rol weggewijd is. Shit, dat kan gebeuren, want dit is het leven. Het leven beweegt. Al zit het je tegen, al zit het je mee. Dit is het enige leven die je als deze gaat beleven. You only live once, maar toch ben je niet gedreven. Veel in je hoofd en daarom zie je niet de feiten. Die hangen van je neus, er is altijd een keus. Mensen zijn bang, ben niet op die gedreuzel. Er is alleen nu, met de tijd is een leugen. Gesnist door je body, tijd is een leugen. White lie, all lies. Je hebt een reden, maar zo gaat het altijd. Je wou de liter, was de controle voor al kwijt. Je koopt merk, ik spoel liever met de bal. Mijn leven is gedreven op mijn wil, dat is al mijn leven.
het leven beweegt. Al zit het je tegen, al zit het je mee. Dit is het leven, het leven beweegt. Al zit het je tegen, al zit het je mee. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Heb gestreden dat sinds klein, elke dag als overleven. Heb gestaan op het plein, anders was er niks te eten. 12 jaar en mijn vader overleden door die koken. Hoezo moet het zo zijn, God neem me weg naar een plek voor mijn stress. Ja, shout out naar Nigel. Waar ik mijn masker af kan doen, even mezelf kan zijn. Ik heb gestaan in de regen, want ik kom zonder schijn. Ben ik verlost van de pijn, dat zelfs mijn moeder niet eens bij me wilt zijn. Demonen roepen mij, ze vervloeken mij. Pik ook wat gek in mijn kop, dus ik drink het kapot. Kijk in de spiegel en ik maak hem kapot. De man in de mirror, ja die maakt me kapot. Strijd in mezelf zit, ik wil dat het stop. Ik ren naar de shop. Leven is verkopt, Mattie, hoezo moet het zo zijn? Dit is het leven beweegt. Al zit het je tegen, al zit het je mee. Ja, zware onderwerpen. Ja, dat is heavy shit. Maar dat is mooi aan jouw muziek. Leven beweegt. Like, dat is, you just keep it real. En alles wat je net ook zegt in de podcast, like, you keep true to it in your music. Snap je? Het komt terug in mijn muziek, toch? Absoluut. Altijd. Maar jij zoekt beats, hè? Oh, we gaan die kant op. Dat, Nee. Ik heb een kijker. Die heeft zich laatst... Die is ook hier een... Dit is inmiddels een podcaster mee. Hij maakt beats. Donderop, inderdaad. Hij maakt beats en zo. Oké. Okay. Net zoals Gilly. Gilly maakt ook lijpe beats de laatste tijd, hè? Zou dan naar G-Bass. Zou dan naar G-Bass beats. Yeah. Ja. Is dat Gilly? Ja, man. Gilly is G-Bass beats. Ja, mooi man. Wat betekent hip-hop een beetje voor jou, Saina? Eigenlijk, het is breder voor mij. Hip-hop op zichzelf betekent niet echt iets voor mij. Het is muziek. Het is gewoon heel muziek dat voor mij betekent. Like, het is voor mij een uitgangspunt geworden om met emoties te kunnen dealen, om dieper te kunnen gaan. Ik merk zelfs nu, er was laatst een tekst die ik terug heb gelezen. En die tekst was echt van 4 jaar geleden of zo. En ik las die tekst terug en was heel erg confronterend, omdat ik besef dat ik in die tekst toen eigenlijk al beschreven had hoe mijn situatie toen was, zonder dat ik er zelf op dat moment toen er bewust van was. Yeah. Dus muziek, het is echt een way om het onderbewuste te channelen naar boven. En waarin ik gewoon de diepere emoties waar je normaal met denken niet zo snel bijkomt, gewoon daarin gewoon op tafel kunt gooien. Maar ik denk ook dat met de hiphop, je wordt wel geforceerd in een ritme. En als wij freestylen, dan komt dat ook inderdaad gewoon automatisch naar boven. Maar dat is denk ik ook part of the medium, right? Het is wel gewoon omdat je steeds moet praten en er moet steeds iets uit je komen, dan komt het er gewoon. Ja, je hebt geen... Wanneer ik doe ik veel freestylen en dan... Je hebt niet echt tijd om te denken, dus dan... Ik merk ook gewoon, je hebt mensen. Ik merk ook, je hebt mensen die gaan. Sommige mensen die gaan freestylen en hun komen echt gewoon met dingen die ze gewoon veel van om hen heen hebben gehoord en zo. Ik was met een bitch. En dat zijn meestal. Ik was een snitch. Ja, en dat zijn meestal ook dezelfde dingen. Ja. Maar wanneer je echt gewoon gaat freestylen en je gaat gewoon. Gewoon diep. Dan, je opent jezelf op, gewoon. Ja, je kan niet een filter erop gooien. Maar het is een kunst, je kan dat goed hoor. Oprecht, maar dat is de main thing. Dat was onze eerste ontmoeting, was ook, de eerste paar keer. Toen begon je ook gewoon te freestylen en ik was elke keer van damn. Maar dat komt ook omdat, dat leer mij gewoon precies wat je nu zegt. Gewoon, je moet jezelf openstellen en dat komt er gewoon een beetje uit. En, het is wel... Het is wel een mindset waar je in moet inbegeven, die fragiliteit. Ik heb wel heel veel angsten overwonnen met muziek. Gewoon dat ik op een gegeven moment... Ik wil graag gewoon wat ik maak en wat ik doe, wil ik gewoon echt ook gewoon tonen. Maar dan hetgene wat ik doe, omdat ik zo real met mezelf ben, gaat dan heel diep en wordt heel persoonlijk. Waardoor er ook angsten zijn, waardoor ik echt heel erg groei door gewoon dingen te laten horen. Sommige liedjes die ik heb laten horen... Terwijl ik liet horen, zat ik echt in mezelf van... Ik kon wel door de grond zakken eigenlijk, weet je wel. Van wat ik hier allemaal in zeg en zo. Want het is zo persoonlijk. Maar ik ging gewoon aan iedereen laten horen. Mensen die ik kende, mensen die ik niet kende. En op een gegeven moment, dat heeft me echt gewoon... echt veel vertrouwen gegeven. En gewoon heeft gewoon die angst gewoon afgebroken. Gewoon, dat ik gewoon besef van, ja, je toch?
uiteindelijk is het gewoon beter om die dingen te delen. En je krijgt ook gewoon een hele de reacties die terugkomen. En op een gegeven moment besef je dat het ook effect heeft op mensen die zich gaan openen daardoor en zo. En ja, het is echt gewoon echt chill gewoon. Heb je zin om wat te freestylen? Of? Let's try. Yeah, sure. Start ons op. Sino. We zitten in een cyclo. Wacht, kan je een... Ja, wat moet ik doen? Ja, ga naar gewoon Saipuda. Griekse ei. Maar is dat allemaal rechtenvrij? Ja, dat is die free for non-profit, toch? Dus dan is dit... Ja. Dat is dit, denk ik. Is dat zo? Ja, ik weet niet. Ja, ik zoek altijd gewoon op royalty-free. Of heb jij een goeie? Ik wil wel gewoon echt zo'n boombap beatje. Ja, ik weet niet. Dus noem de stijl. Noem de stijl. En ik heb nu oldschool beats. Doe gewoon maar... Alchemist type beat. Oldschool boombap. Wow, dat is een ladder. Oh, ja. Instrumental. Ja, dan krijg je allemaal instrumentals. Maar je free. Je, dit zijn allemaal van die type beats. Type? Je free? Ja, yeah, let's just go for it. Ik denk dat dat fijn is. Ja, die is niet lang. Kan dat mee? Ja. Oké. Oh man. Ja, dat is... Dit is een song. Ja, ja. Is dit een echte... Dit is Abel Stang. Oh, dit is al een nummer. Maar ik moet uitkijken met dat shit. Ja, anders kan ik het helemaal niet eens uploaden, weet je wel. Die ene die je eerst opzette, die klonk ook wel hard. Ja, je hebt hier meerdere shit. Oh, het is echt veel. Oh ja, let's go for it. Even kijken, zeg maar eentje die je vet vindt. Ja, fuck it. Okay, maar als jij zo die beat wil uitzoeken, dan begin jij hebo. Ja. Is dit beter al? Ja. Okay. Ik ben hier met Sino. Strijden tegen die cyclone. Straight psycho. Ik breng de heat, maar ik ben ice cold. Ik doe het met een hand achter mijn rug en mijn eyes closed. Yes, ice cold als een sorbet. Ik doe alsof ik sore ben. Dus ik neuk je tot je schoor bent. Ik doe alsof ik doof ben. Dus ik doe alsof ik sore ben. Besef die. Ja. Level up. Ja, yeah, oké. Okay. Sign of fuck it up. Dit is een beetje raar om te doen. Want ik weet niet waar ik moet beginnen. Zeg ik iets, ben ik aan het winnen. Zoveel zinnen in mijn hoofd aan het spinnen. Zoveel dingen kan ik bedenken. Ik ga vaak met een flow die ik zelf heb bedacht. Ik ga vaak met een flow, ik ben zelf ook die macht. Snap je, ik heb geen plan, nee. Ik ben een plan, ik ben die man. Ik kom eraan, een goede wereld in mijn hoofd, ik kan het zien. En daarom, ik ga niet vallen voor die scene. Nee. Al die angsten om me heen. Ja, die mensen zijn gemeen. Ja, ze zitten vast met hunzelf. Maar ik weet, ze komen er wel uit. Iedereen heeft die pijn, iedereen die heeft geluid. Iedereen die kan zeggen hoe het zit bij hun thuis. Iedereen die kan zeggen hoe het zit daarbinnen. Maar je moet die woorden wel vinden. Yeah. Dus omring jezelf met de mensen die het uit je kunnen halen. Yes. Eindig nou net. We gaan even een nieuwe flow zetten. Ja, dat is ook wel een beetje bij mij opengezet. Een opwarmertje. Even opwarmen, ja. Ga je weer het spits afbreiden bij het betten? Dat is goed. Yeah. Geen ruimte, dus ik stap er buiten. Ik zet grote stappen als we lopen. Mijn derde oog die is open. Ik zie de zone. Ik heb hem open gebroken. Sino is mijn bro, net een Zorro. Ik voel me Luffy die net zijn crew kiest. Yes, ik heb het over die troepies, die wampies. Als ik met mijn crew ben met mijn mami. I need the bad bitch to navigate my mind like tsunami. Ik kook pastrami in de chef, kook sexy net als Sanji. Ik ben de man G, make it make sense G. Ik vertrouw het voor geen meter meer. Niet eens centi, did it for a century. I live for centuries. Kan niet met je hangen als je voor de centjes kiest. Yes, okay. Andere levels. Yeah. Ben met mezelf aan het werken. Yeah. Ik maak mijn persoonlijkheid sterker. Doe het af te breken. Yeah. Ik laat het weken, yeah. Stap over obstakels. Ik
Ik heb die dingen getakeld, yeah. Iedereen hetzelfde verhaal van binnen, maar een andere... Oh, wacht. Talen. Ja, maar die andere talen, yeah. Meeste denken gaan niet halen, maar je moet niet altijd lopen balen. Je moet meer zijn zoals water. Yeah, kijk het leven op grote schalen. Yeah, want je kijkt met een tunnelvisie. Je kijkt die televisie en ze komen met die negatieve preken. En daarom ben je elke keer weer op die streken. Ja, ik stressen. Kom van andere streken. Mannen die hebben veel gebreken. Vloeken die moet je breken. Daarna neem ik graag de benen. Moet weg hier, ben weer aan het lopen. Nog steeds in de zone. Ben de koning, want ik ken de code. C-O-D-E-C-W-D-A-L-D, yes. In the night, in the evening. Ik verscheen na de schemering. Ik vertel je één ding. Dat is een grote mededeling. Weet je? Ik moet eigenlijk niet denken over dingen die ik zeg. Ga ik te veel denken, dan gaat het echt super slecht. Want ik heb niet echt tekst, nee. Het is soms een gevecht om die dingen wel voor te brengen. Daar op de maat, maar doe ik het, dan word ik wel enger. Want als ik het doe, kom ik wel met een banger. Ja, ik doe die dingen vaak. Voor mij is het normaal. Al een paar jaar ben ik aan het freestylen. En ik spit die dingen zo op die beat. Ja, ik vind het leuk. Ja, ik maak nog een lied. Ja. En nu heb ik een studio, ben dingen aan het maken. Ja, dat is mijn studieflow, weet ik ga het maken. Ik ga die zien kraken, die mensen zijn altijd aan het praten over dingen die ik niet eens heb. Maar ik weet zeker wat ik doe, ik maak die dingen wel gek. Style flow, ja, ik pak het zo wel over. Want ik weet, ik kan die mensen gaan beloven. Ik breng altijd wel een show daar op die tafel. Nu dat ik het raad, ik kom altijd met verhalen. Ja, ey. Ja, kan dit niet ergens anders vandaan gaan halen. Yes, Sensi maakt niet uit alsof hij sens heeft. Sino is mijn spirituele sensei. Hey, ik neem een hele clan mee. Dat zijn maar twee mensen. Maar ik lof ze. En ik wens ze zoveel dingen toe. Ik heb zoveel dingen, ik maak die dingen zoek. Ik ben de einde en ik ben de toekomst. Ik geef ze wat ze toekomt. Ik geef ze wat ik op de stoep vond. Yeah, okay. De shit stinkt als poepstront. Shit. Ik heb zoveel dingen, maak die ding niet zoek. Nee, ik schrijf een boek. Voor jou is het een vloek, voor mij is het echt een reden om die scene te gaan betreden. Ik ben aan het bewegen en die mensen willen meedoen. Want ze zien, deze man is op goede dingen bezig. Daarom, je moet zelf die ding wezen. Niet altijd willen dat die mensen gaan veranderen. Wees bij jezelf, ga niet hangen op die anderen. Ja, anders blijf je altijd vastlopen op de hele wereld. Loop jezelf af te slopen. Je bent die hele hero, wil je nu gaan zeggen. Maar toch ben je niet bezig met je eigen ding. Deze dingen brengen jou alleen maar omlaag. Ja, focus even op je adem. Gedraag jezelf. Let op jezelf. Yeah. Ja, ik voel me zo incompetent als jou, man. Nou, man. Yo. Ik vind jou echt harder komen dan mij. Like, what the fuck? Nou, ik moet even zeggen, wat ik dus... Want ik kan dit helemaal niet, hè. Ik kan het helemaal... De laatste je keer dat ik een wel, microfoon... Je kan het wel. Nee, ja, de laatste keer. Want ik was met hem in de studio bij Gilly, weet je wel. Dan krijg ik een microfoon voor me. En dan, het enige wat ik kan doen is een beetje zingen over jonko's. Maar daar heb ik wel mee gehad. Dat is ook reality, toch? Maar dat is ook mooi. Ik heb een jonko in mijn linker en in mijn rechterhand. Jonko! Dat ik wou dat ik een derde had. Draai jonkers. Ja. En dan draai je naar links. En dan draai je nog iets verder naar links. Oh ja. Hij moet niet naar rechts. Ik vind het leuk. Maar weet je wat, mensen zullen hier naar luisteren zeggen van... maar dit is geen perfecte hip-hop. Maar dat is ook niet het doel volgens mij. Want jij komt in de studio van... Je schrijft teksten en die zijn dan leuk en die draag je voor. En dat moet dan vaak een paar keer overnieuw. Maar soms zeg je ook van... geef me gewoon even die plek en dan ga je gewoon viben. En daar komen dan dingen uit voor die je volgens mij niet kan verzinnen. Om over na te denken, weet je wel. Ja, daarom mijn twee favoriete rappers op het moment zijn Lil B en RxK Nephew. Dat zijn allebei mensen die gewoon al hun shit bijna freestylen. Ze zetten gewoon beats aan, ze krijgen beats van mensen en ze freestylen alles. En dat releasen ze gewoon zo elke dag 3 nummers op YouTube.
En verder, het is niet geraffineerd, het is niet super mooi afgemixt, maar het is wel heel erg rauw en puur. Ja. Ja, het is een beetje hoe ik hier die podcast maak. Hè. Het is niks verzinnen, gewoon in het moment laten gaan. Want ik heb het idee dat daar nog de unieke dingen te vinden zijn. Want hoort volgens erbij. Mij alles waar we over na hebben kunnen denken, is al wel ergens een keer over nagedacht op een of andere manier. Ja. Dat want ja, als je gewoon puur jezelf bent, lijkt ja, uniek en dan dat kun je geen podcast maken. Want niemand is precies zoals jou en precies zoals Edel. Nou, je kan het concept wat ik doe namaken, maar dan krijg je niet hetzelfde. Dat is, nee, en dat is de hele truc ervan, zeg maar. En als je dit probeert na te bootsen, dan gaat het ook niet lukken, waarschijnlijk. Nee, want dan daar heb je echt jou voor nodig, toch? Ja, nou, ja, je kan mij nabootsen misschien, maar kan ook. Dan verlies je integriteit sowieso. Ja, maar, ja, dat is ook wel een beetje in hip-hop natuurlijk, want alles is al een keer gedaan, maar jij zelf bent nog nooit geweest, zeg maar. Want ook als je naar hip-hop luistert, het zit hem zo in de stem, in de intonatie, in de weet je wat, niemand doet Eminem. Je kan Eminem nadoen inderdaad, maar je kan niet Eminem zijn. Je kan niet Biggie Smalls zijn, hoe hij die flow bracht, hoe hij inderdaad die stem bracht. En op dat moment, er zijn zoveel variabelen die inspelen. En als je dat, ja, je hebt inderdaad bijvoorbeeld zo'n Harry Mack of zo, of zo'n gozer op het internet, die kan allemaal shit nadoen en impersonaten en zo. En dat is echt een zieke machine is dat. Maar dat is toch, het is toch anders als dat je in een machine bent als dat je... Hè? Like alle rappers die zeg maar, ik maak dan boombap dingen. En ik vind het dan leuk om veel teksten met rijmschema's te schrijven. Maar dat is allemaal... Dat is allemaal, boombap eigenlijk. Boombap is gewoon boom. Het is gewoon het ritme van de drums, zeg maar. Bepaalde, ja, gewoon een basic, redelijk basic langzamer. Beat. Doen, doen. Ja, gewoon zo. Ja, dat is boom bap. Oké, dit is boom bap. Hey. Dit is de goede rap. Weet wat ik doe? Ik zet een goede step. Een kleine step voor de mensheid. Maar een grote step voor mij. Hey. Ik zet een grote step voor mij. Hey. Wat je zegt, dat gaat door mij. Want het is mijn illusie. In je hoofd is die ruzie. Grote stap voor mij. Ik zet veel stappen. Ik zet meer stappen dan een duizendpoot. Ik ga alle duister doden. Alle twijfel thuis gaan doden. Ik heb hier niemand voor nodig. Geef me een nootje. Ik heb een beetje honger. Zit alleen in dit bootje. Met dit zootje. Heb een beetje honger. Heb die ding voor je gezongen. Ja, die dingen die ik doe. Smok ik altijd door mijn longen. Snap je? Hey, ja. Ik ben stone. Dat is mijn way. Ja. Dat is gewoon. Ja. Ben op delay. Ja. Het is gewoon. Het is doodnormaal. Ik stap een koper als een totempaal. Ik vind het normaal om te smoken. Ja, ik smoke overal. Je ziet me niet in overals. Je ziet me in Arnhem overal. Beste rapper uit de 026. Ik heb de teller op 0 gezet. Ik heb de beat weer terug. In de poppenkast. Ik heb meer vonken dan een stopcontact. Yes. Ik maak mijn longen zwart. Ik maak mijn longen zwart. Ook al had ik hier niet aan gedacht. Wie heeft er een vloeitje? En dan later pas achtergekomen. Over deze ding wil ik niet dromen. Ik zit vast in een nummerie. Maar ik weet wat ik nummerie. Die gedachten schieven mij illusie. Anders zit ik in mijn hoofd met ruzie. Wow. Kijk, maar dat is het al. Dat is het al. Ja, het is alleen maar een beetje flow. Ja, kijk, dat kan ik dan weer wel, hè? Een beetje flow geven. Heb je ook die breaks is door en zo. Oké. Ik was mixing it up as well. Terug naar de studio. Ja, ik zat zo vroeger, zat ik altijd op de fiets naar school. Zat ik altijd op de fiets en dan was ik aan het fietsen met eentje en dan zat ik gewoon. Ja, ja. Maar ritme is iets inherents aan de mens. Ja, ritme ben ik echt helemaal door. Dat is ook waarom ik graag muziek maak. Weet je? Dus uiteindelijk, want ik maak dan graag techno. Dat is dan misschien heel raar. Maar juist die hele flow, die details die ik kan in de tussenruimtes kan inbrengen. En dan een soort van, ja echt god, hoe noemen ze dat nou ook alweer? Het heeft zelfs een swing geven aan de beat. Hè? Dus dat het dus een bepaalde tonatie krijgt, weet je wel. Dus niet gewoon du, tch, du. Maar net iets ervoor, weet je. Doe, doe, doe. Ja, gewoon. Ja. Doe, doe, doe.
En dan is ook bijvoorbeeld dat stukje jazz wat ik mooi vind. Is dus inderdaad de geluiden die je net niet doet, weet je wel? Ik heb ook weet een... Weet je wel, die dingen die je niet doet. Waar mensen wel dan denken van, oh, maar daar zouden we moeten zitten. Maar dat geeft dan ook een soort van ritme. Ja, ik vind dat fucking fascinerend. Ik vind dat soort dingen maar dat stilte kan soms zo hard zijn, hè? Ja, en helemaal als je dat ook nog aanvult met woorden. Want dan kan je dan net ook of meegaan in die stilte. Of dan juist daar iets doen, weet je wel. Even, dat hele moment hadden we. Dat jij die beat zo uitdeed op mijn stukje. En toen ook op dat tweede stukje. Dat die twee stiltes was gewoon... too much, toen was het gewoon eng en één stilte was perfect, gewoon die accentuatie die het gaf. Dat is ook wel ik weet niet, ik ben er ook nog steeds mee bezig en dat is ook dit is iets waar je hele leven mee bezig kan zijn. De muziek is zo complex en het is iets wat volgens mij ook gewoon ingebakken zit, weet je, als je naar al die stammen kijkt, die zitten ook met z'n allen. Exactly. maar het is iets inherents aan de mens, dat geloof ik 100%. Ik heb ook een ik moet hier rennen, maar denken, maar ik heb een droom. Ik heb een droom. Podcaster hier, jongen. Als ik 70 ben, dan wil ik zo'n barbershop kwartet starten. Met drie matties. Oh, dat meen je niet. Dat lijkt me geweldig. Met zo'n boom, boom, boom. Ja, exactly. En dan zo harmoniseren. Ja, dat is wel gay as fuck, ouwe. Ja, tuurlijk, fuck it. Het is 2023, man. Het is 2073. Zwaai je vlaggetje, motherfucker. Ja, dat mag wel, toch? Maar wat was je aan het doen? Oh ja, oké. Dus, het leek alsof je iets wilde of zo. Ja, ik heb een optie gezet. Dit is dus een nummer. Nee, dus ja, toch alles. Die wil die graag op hebben? Ja, die is nice. Okay, nou, I love this one. Shout out to Lisa Buda. Wat jou boeit, dat boeit jou. Wat jij beperkt, dat beperkt jou. Waar jij je grens zet, dat begrenst jou. Je vecht alleen tegen jou. Je strijdt alleen tegen jou. You're not fooling anybody. Ik heb een binnenwereld. Wereld en ik heb ik. En constant blijf ik bezig, leer mezelf nieuwe tricks. Kan niet in één keer overlezen, dan begrijp ik nog niks. Jij leeft om te overleven, maar we leven voor niks. Je hecht waarde aan de dingen die je zelf bezit. Everything is energy, het is dezelfde shit. Toch worden we lid, toch zijn we gesplitst. Maar weten we dit? We spelen een bit, we stromen alle uit één soort, at the end of the rit. Geen moment ga je ooit catchen in hetzelfde licht. Op zoek naar liefde, maar jij bent zelf het licht. Je bent blind voor je eigen waarde, hangen op je schade. Zo zwaar beladen, probeer het te vergeten in de hoop dat het verwatert. Even lekker iets eten, ergens anders over praten. Maar die van binnen voel je altijd wat er gaande is. Zo heb je niet geleerd wat praten is. En dan komen die gevoelens, denk je laat het is. Trapt in je mind, je weet niet meer hoe laat het is. Doe eens rustig, focus op je body, adem is. Je denkt je bent de enigste die zo op aarde is. Dat heb je zeker mis, weet wat het leven is. Je moet het leven voelen, anders lijkt het te quiz. Damn, dit bedoel ik. That's beautiful. Wederom goede shit. Bij zijn hoor. Maar het is gewoon helemaal geen beat. Gewoon geen beat. Hm? Gewoon geen beat. Nee, er viel geen beat daar. Nee, gewoon droploos. Ja, maar dat is nieuwe shit. Like, Nicholas Craven is ook zo'n producer die vecht heel erg voor drumless beats. Vechten? Wow, dat is meteen weer heftig. Verbied je drums! Ja. Maar oprecht, hij is drums. Nee, Nicholas Craven is heel erg. Ik ben tegen beatboxen met harde P-klanken. ja, maar het is een andere wave. Het is vet. Ik fok ermee. Hij klaagt alle discotheken aan. Ja, haal de basbox weg. Persoonlijk, met zo'n hooivork. Ik wil alleen nog maar tweeters in mijn club, motherfucker. vette shit, man. Ja, jij maakt vette shit. En dat is ook ten opzichte van de laatste keer dat je was geweest. Hoe lang is dat geweest, man? Dat is een anderhalf jaar of zo geleden. En hij echt lopen de shit lopen maken als een idioot, volgens mij. Ja, dat is ook echt in de laatste 2 maanden alleen maar, hè? luister. Kijk, een goede persoon. Je hebt zo'n metafoor. Ik weet niet of ik die helemaal kan vertellen, of ik dat snap. Volgens mij is het met piramides bouwen. Ik ga hem gewoon vertellen. Ik heb dat van, ik weet niet, er kwam ergens op een YouTube short voorbij. Leven YouTube shorts.
Je hebt twee broers. Die krijgen dezelfde piramide-deal van de farao. Farao is eigenlijk een piramide nodig. En jullie twee gaan hem... degene die hem het snelst en het goedkoop bouwt... die krijgt uiteindelijk rijkdom tot aan het eind van zijn leven. Dus de broers beginnen met bouwen. En één broer die begint meteen met bouwen. Begint meteen fundering te leggen, stenen te leggen, de hele zooi. Allemaal mensen in te huren. Hoop effort. Gaan met die bananen. Die andere broer, die gaat gewoon zitten. Ergens. Zitten, denken, nadenken, dingen lezen, dingen opzoeken, dingen lezen. En op een gegeven moment, 10 jaar voorbij. Nou, die broer die heeft al een flink fundament gelegd, weet je. Die hele piramide die is al gewoon een paar meter hoog. Er liggen al een hele hoop stenen. Een hele hoop mensen die zijn erbij betrokken en zo. Heel veel moeite. Broer is inmiddels ook al wel wat afgepeigerd, grijzer geworden. Die had al rugklachten en zo. Redelijk veel stress. Maar die gaat gewoon door. Gewoon door keihard die piramide neerleggen. En die andere broer die is nog steeds niet begonnen. Die heeft nog geen steen gelegd. Die zit daar gewoon nog gewoon te denken, te lezen. Weet je wel, een beetje met zijn blad te spelen. Zo van, hè, wat gaan we hier doen? En uiteindelijk, 2 jaar gaat voorbij. En die ene broer die is al bijna halverwege. Die is al bijna halverwege gewoon. En die andere broer die had gewoon nog geen reet gedaan. Geen reet. Ja, die zit daar gewoon. Die had inderdaad getekend en dingen. Maar uiteindelijk heeft hij een idee. Hij heeft een idee gekregen voor een kraan. Weet je wel, hij gaat een kraan maken. Dus hij heeft een hoop hout gefixt, zet een kraan in elkaar. En begint na een half jaar, terwijl die broer al halverwege, of na 2 jaar na die broer al halverwege is, met een fucking steen te leggen. En dat gaat zo efficiënt. 2, 3 stenen. Die broer die is inmiddels dan na 3 jaar, is hij al bijna bij het einde. Hè? Die hoeft inderdaad de laatste loodjes nog af te leggen. En die andere broer die heeft in 3 maanden met zijn kraan moeiteloos al een hele bodem gelegd. De hele zooi al bijna tot de helft afgemaakt. En met minder kosten, minder mensen. En hij zelf heeft alleen maar een beetje mensen directie hoeven te geven voor de kraan. Ondertussen is die andere broer, die is helemaal af, die is helemaal laatste loodjes. En die gaat dood. En de piramide is niet af. En die andere broer die maakt nog binnen het jaar de piramide af. En die krijgt alle rijkdommen. En in het begin had niemand dat kunnen zeggen. In het begin denk ik, wat is het iedereen naar die andere broer te kijken? Is het niks te doen? Dit gaat nooit worden. Weet je wel? Maar het gaat om jezelf inderdaad in een situatie denken. Jezelf inderdaad in een situatie krijgen waarbij je optimaal kan presteren. Hè? En of je dan wel of niet de kraan uitvindt. Het kan ook inderdaad mentaal zijn. Dat je gewoon... jezelf aan het voorbereiden bent om daadwerkelijk dat te doen wat je moet doen. Maar creativiteit komt ook in golven. En je moet het gewoon anticiperen en er klaar voor zijn. En nu jij gewoon die studio hebt en je hebt gewoon personal life changes veel gehad of zo. Ja, maar dat is het ook. Die studio ook klaar, weet je wel. Ja. Je zat het op de mobiel te doen eerst, maat. Ja, snap je. Ik heb sowieso gewoon al heel lang gedacht van, kijk, voor mij... terwijl ik al zag hoe de muziekscene eruit zag en zo, ik vibede daar niet echt mee. Het was niet echt... mijn idealen en zo, snap je? Maar veel rap en shit. Ja, gewoon dingen die gepromoot werden en zo, weet je wel. Maar uiteindelijk, toen dacht ik van oké, ik wil gewoon hoe ik wil. Werd gezegd van ja, weet je, like, je moet echt strijden, weet je wel, om daarin hoog te kunnen worden en zo. Maar ik besef eigenlijk, nee, eigenlijk, ik weet gewoon dat ik gewoon precies gewoon mezelf kan blijven en op mijn eigen manier gewoon. Al kan het op die manier voor heel veel mensen niet, dan bouw ik gewoon een totaal nieuwe weg. Een weg die nog niet bestaat. Die pas bestaat omdat ik hem pas heb gecreëerd. Iets wat ik nu nog niet kan zien, maar die eigenlijk zichzelf vormt terwijl ik het beloop. Weet je wel? En daarmee laat ik dan los van wat al eerder is gedaan, wat wel en wat niet kan. Omdat ik doe iets wat nog niet bestaat. Ik doe gewoon iets wat puur ik zelf is, weet je wel? Of in ieder geval niet dan blootgesteld is aan andermans ideeën op een of andere manier. Het is ook de hele insteek, weet je wel. Want ik dacht ook van, ik ben opgeleid tot tv maken en programma's maken. En ik denk van, ja, je kan eindeloos van mensen allerlei dingen nadenken. En eindelijk, als je de meest slimme mensen bijeen roept, wat krijg je dan? Want dat heb ik ook heel veel in conceptdesign en zo gezien met multimedia design en zo. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Hè? En dat is zo'n fucking dooddoener voor creativiteit uiteindelijk. Want je eindigt, en dat zie je met de fucking telefoons, met hetzelfde fucking model. Iedereen doet hetzelfde en zit te mierenneuken over details die nauwelijks uitmaken. En dat concept, dat inderdaad idee dat je ook in concurrentie bent met je omgeving. Hè? Dat je in concurrentie bent met andere mensen die datzelfde maken als jij. Dat idee probeerde ik ook helemaal los te laten. En inderdaad ook te zeggen van oké, ik ga nu iets maken wat gewoon
bij mij is. Ja, gewoon wat jij leuk vindt. Wat ik doe op mijn manier, zonder. En ik heb alles losgelaten, alle regels. Want ik weet alle regels en ik doe ze allemaal niet. Weet je wel, ik doe het gewoon helemaal vanuit geen enkele ideologie, geen gesprek, ook de voorbereiding niet. Ik laat alleen mijn dingen een beetje naar me toe komen en ik anticipeer op het moment. En het creëert dan ook een uniek product. Of het van waarde is, dat is dan misschien tot ten tweede. Ja, nog, maar bijvoorbeeld, wij kennen elkaar totaal niet voor dit moment eigenlijk. Ja. We hebben toch wel gewoon een interessant gesprek gehad, raakvlakken gevonden, maar ook tegen, zeg maar, bezig gewoon, tegendraadse meningen. Verschillen. We hebben ook verschillen, zeg maar. Dat was het woord wat ik zocht. Ja, maar hoe zeg, met zo geuniformd met het universum dat je niet eens meer het woord voor verschil weet. Maar hoe wat? Iets anders. Ja, dus we zijn allemaal hetzelfde. We zijn één. Weet je wat dit ding is toch? Jij zei van... Jij zei het creëert een uniek product. Jij zei van het creëert een uniek product. Of het nou waardevol is of niet, weet je wel. Maar dat ligt er net aan van... ligt net aan de kijker zelf of zo. Want uniek... Dat zorgt er sowieso voor dat het of gewoon zwaar verwerpt wordt, of gewoon juist als heel, heel waardevol wordt gezien. Omdat het uniek is. Het is uniek, dus het is uniek als in van dit gaat, tegen alles in wat ik geloof. En als het waardevol is, dan komen in één keer de deals. Hè? Ja. Then come the vultures. Ja, maar met hele leuke aanbiedingen natuurlijk. Ja. Want wat zou jij doen als jij een major record deal krijgt? Dat wou ik ook net vragen. Je zou toch gewoon zeggen. Als Sony naar je toe komt en zegt, wij kopen jouw hele album en gaan een contract met jou aan voor 2 miljoen euro. Nee, ik heb, hoe zeg je dat? Het ligt het is niet dat ik het echt heb afgezworen, maar ik heb... Ik leef op een bepaalde manier niet meer voor mijzelf. Niet meer voor wat ik graag wil. Snap je? Wat ik graag wil hebben. Wat aan mijn desires voldoen. Omdat sowieso, ik heb al heel lang gezien gewoon dat geld gewoon... Het vernietigt de wereld meer dan dat het de wereld goed doet. Waardoor ik al besef van oké, maakt niet uit of ik het nog niet kan zien. Ik ga een way bedenken waarin ik gewoon niet met geld te maken hoef te hebben. Dus waarin ik dus dat soort dingen... Ik heb al opportunities gehad om met mensen te gaan samenwerken. Mensen die ook echt gewoon veel geld hadden en gewoon dachten van... Ja, kom, laten we eens dingen gaan doen en zo, weet je wel. En dat is nog niet zo groot als Sony of zo. Maar zoals dat voor mij is van... Ik wil gewoon mezelf blijven... Ik krijg gewoon al bijna een soort van... een gevoel van paniek eigenlijk al om mee te moeten gaan. Gewoon, want dan probeer ik me erin voor te stellen, weet je wel. Om die dingen wel en zo te doen, weet je wel. En dan besef ik echt van, ja, maar dat geeft... dat ik besef dat ik op dat moment daar nog niet klaar voor ben om dat soort dingen te doen. Omdat het dan voor mij nog... En dat, dat je moet produceren, maar, zeg maar. Ja, ja, precies. Ja, ik ben er nog niet klaar voor, weet je wel. Als ik dat soort dingen zou gaan doen, ik ben nog in de mentale mindset. Je hebt bijvoorbeeld Red Hot Chili Peppers, die dan lavish lives leven. Dat is natuurlijk ook waar ze zich gebracht hebben uiteindelijk. Uiteindelijk volgens mij zijn het van die California mensen. Dus die liggen toch toen de tijd de hele dag gewoon aan het strand een beetje surfen. Whatever the fuck. Dus inderdaad lage standaard hebben. Dan hoef je ook niet veel om dat te onderhouden. En dan gewoon als ze soms voelden, gingen ze de studio en knallen ze een album eruit. En hutske, yeah, weet je wel. En dat doen ze tot aan vandaag de dag nog steeds. Gasten die gaan volledig van de kaart. Van de planeet. Je hoor je niks meer van. En dan in één keer komen ze zomaar de studio in. En dan hebben ze in één keer een vet album, weet je wel. En dat is gewoon puur op gevoel. Op hoe dingen samenkomen en zo. Maar dat is niet omdat een muziekstudio zegt, nu moet jullie produceren. Moet je natuurlijk wel Red Hot Chili Peppers voor zijn, maar... Om het terug te brengen naar label deals en zo. Het is nu ook gewoon voor jezelf, ook al wil je voor jezelf dingen hebben, ook al ben je in die mindset, is het veel lucratiever voor mijn gevoel om independent iets te bouwen en dan met like-minded mensen. Like-minded mensen. Ja, voor mij is het zo van, kijk, voor mij is het zo... Te veel likes. Gewoon hoe ik graag, ik word uiteindelijk gewoon de beste versie van mezelf zijn, toch? En daarin wil ik gewoon loslaten van desires en dat ik dingen graag wil hebben en gewoon oké zijn met de minimale. Waardoor eigenlijk om dat soort dingen te gaan accepteren, dat gaat eigenlijk gewoon tegen hetgene in wat ik probeer te doen. Omdat hetgene wat ik probeer te doen
heeft ook... Vecht werk en zo. Ja, hetgene wat ik probeer te doen, gewoon het loslaten van die desires, daarvoor moet ik naar mijn angsten toe gaan. Hetgene wat, waar mensen nog liever dood voor gaan, nee, toch, in plaats van dat ze dat doen. Want wil ik loslaten van hetgene wat ik leuk lijkt, wat de hele wereld leuk vindt, dan moet ik echt gewoon loslaten van de rest van de wereld eigenlijk. Oh, toch? En dat is ook wel weer een beetje een eng idee. Maar die... daarom, ik denk wel, ik wil wel bijvoorbeeld wel mijn dingen wel ergens een ruimte, dat het een ruimte heeft ergens. Maar daarom zou ik het veel liever ergens gewoon ergens opdroppen. Ja. Geen profit van maken, gewoon niet promoten. Het is ergens, vind het als je het kan vinden. Ik heb een conundrum, ik heb een dubio waar ik tegenaan loop. En ik heb het soort van al voor mezelf de knoop doorgehakt. Maar ik ben wel benieuwd om deze casus aan jou of aan jullie voor te leggen. En dat is dus deze podcast. En het feit dat ik echt tegen het einde van mijn financiën aan ben gelopen en mijn gunstige omstandigheden qua werken, waardoor ik de tijd had om die podcast te doen. En ik moet nu dus gewoon keuzes maken. Er moet geld in het laadje komen, anders raak ik alles kwijt. Ja. Huis en zo. Dan heb ik ook geen plek meer om de podcast te doen. Ja. En geen internet meer en dat soort dingen. Okay. En dus ik heb inderdaad... Ja, er moet gewoon een businessplan die ik al lang heb. Alleen ik wil die niet activeren, omdat ik eigenlijk wil dat dit een soort van vrij gebeuren blijft. Maar ja, als ik dat dus wil dat dat blijft, dan moet ik dus nu fucking geld gaan accepteren. Dus ik heb nu iets van een sponsor gevonden. Iemand die dus inderdaad wil gaan betalen. Ik ga dus inderdaad doneerders aanspreken. En ik ga wat merch doen, zeg maar. En dan kijken of dat bij elkaar is om in ieder geval mijn leven in stand te houden. Zodat ik dit kan blijven doen. Maar het voelt zo tegenstrijdig. Want ik ben ook deze shit ingegaan met van, yo, dit is gewoon, het is een creatie van mij. Ja. Like Twitch en zo. Ja, ik heb 93 volgers op Twitch. Dus ik ben een affiliate, maar... Grind Twitch, honestly. Maar wat de fuck moet ik erop doen, weet je wel? Als je constant live bent, er is er nu een manier om... Live, nee, maar kijk. Als je... Nee, maar... Je hebt een... Je moet gewoon van die subbatons gooien en zo. Voor een prolonged period of time gewoon online blijven. Om gewoon met een gelddoel... Like... Zo zijn zoveel mensen gestart en zo. En uiteindelijk... kan je jezelf daarmee onderhouden en ja, reach out to like, inderdaad, merch dingen en zo, andere opportunities. Ja, want ik zit in Twitch, nou een jaartje zeg maar, een beetje in te roeren en zo, ik had ervoor helemaal niks mee. Ik livestream dingen die helemaal niet op Twitch thuis horen. Hè? Politiek en podcasts. Maar dat krijgt steeds meer een plek daar ook. Ja, nou ja, ja, dat, ik hoop dat ik straks op die golf dan een beetje meebewegen. En ik wil ook wel meer pushen het ook. Maar ik hou sowieso niet van pushen. Ik heb laatst even een beetje moeten pushen om mensen naar andere platformen te krijgen. Omdat mijn YouTube-kanaal verwijderd werd en shit. Dat is niet nice. Dat is behoorlijk stressvol, maar ja, zeg maar. YouTube is fucked up. Maar hoe zit je op TikTok en op YouTube Shorts? TikTok ben ik ook geband. Oké. Ik kan daar niet smoken en shit, weet je. Dat kan je er allemaal niet doen. Ja, true. En ik ben wel weer opnieuw op TikTok. Maar ik heb zo'n hekel aan het concept. Ik vind short video's sowieso eigenlijk immoreel. De hele idee dat ik long concept shit ben gaan doen, is omdat ik zoveel troep zag in short content. Dat ik echt dacht van dit is maar daarom heb je een guy nodig. Ja, maar daarom heb je een guy nodig die gewoon... een persoon nodig die gewoon die shit van jou... gewoon edit naar gewoon kleine clips daarvan, dat het gewoon een klein onderwerp is wat eindigt in bijvoorbeeld dat iedereen lacht. Dat is al gewoon een clip. Zeg maar een grapje, ja, maar en dan ga je naar het volgende onderwerp. Ja, ik heb het al geprobeerd, want ik heb een ander kanaal, YouTube kanaal, ook met 700 abonnees, dus die is ook alweer een beetje gaande nou, maar dat is YouTube clips, maar ik moet daar een guy voor hebben inderdaad, ja. Want ik probeer dat allemaal zelf te doen, maar het is zo, want ik doe dus zeg maar, want ik zit dus op Instagram, op Facebook, dan doe ik dus inderdaad alles als een podcast, dus dat zit dan op Spotify en Apple Podcasts en een hele bende, maar dan moet ik dus ook apart voor bewerken, op SoundCloud neerzetten, betaal ik ook nog servicekosten voor, dan heb ik inderdaad op mijn website waar ik alles up-to-date houd ten opzichte van de YouTube-video's. Dan heb ik mijn Twitch inderdaad nog, Rumble. Die is wel gelinkt aan mijn YouTube-kanaal, maar heeft ook enigszins wat onderhoud nodig. I will cut some stuff out of that. En dan gewoon, onnodig veel werk overal. Maar ik ben dan tussendoor ben ik ook nog een soort van comedy-achtig theater dingetje aan het doen. Waar ik jullie ook nog misschien eventueel, als jullie eventueel theater, een podiumpje live willen. Ja, het is misschien leuk om ook nog wat te doen en zo. Hier in Arnhem binnenkort.
Maar en dan nog natuurlijk de Bosperians. En dan gaan we in het bos zitten, weet je wel. Want dat zit er nu ook alweer aankomen. Hè? En dan moet ik ook alweer eigenlijk de tickets voor oprempen. Dus het hele programma is vol. Dus ik kan zeker een fucking guy gebruiken. Dus als iemand luistert en die is een guy. Maar ik heb wel wat mensen die naar me toe komen. Maar iedereen, het is, als je, vooral nu, want ik heb helemaal geen geld. Dus in vrijwillige basis is het altijd een beetje een soort van... Nee, dat moet je ook niet doen. Je moet wel dan mensen gewoon betalen. Daarom. Het is lastig, maar dat is wel... Je moet wel eerst geld hebben, zeg maar. Ja, dus ik wil nog even terugkomen op jouw vraag, toch? Ik heb poker gespeeld de afgelopen 2 weken en ik zuig in gokken. Hey, ik wil nog even terugkomen op jouw vraag, toch? Eigenlijk gewoon waar je dus mee zat, toch? Want je zit mee te struggelen van, ga ik die wegnemen? Terwijl ik eigenlijk wel gewoon alles vrijblijvend wil houden. Gewoon dat je gewoon jezelf wil volgen. Kijk, sowieso de dingen, de angsten die je hebt. Terwijl je bezig bent met die podcast. Terwijl je deze dingen allemaal doet van buiten. Is er binnen jou ook nog allemaal dingen gaande en zo. Soms letterlijk binnenin jou alles gewoon... Het loopt synchroon gewoon samen. Soms als een situatie komt, die situatie komt daar. En is dat nodig omdat er ruimte voor jou is om met jouzelf te zijn. Dan wanneer jij van jezelf echt graag weet wat je wil. Dan ga je op, wanneer dat is gebeurd, ga je op een gezonde basis. Op een healthy basis ga je dat alsnog weer hebben. Heel snel. Maar daarvoor moet je gewoon wel toegeven aan wat het leven, waar het leven heen gaat eigenlijk. Ja, ik had vandaag een beetje die inzicht. Want ik zit al 2 weken lang te stressen. Maar ik verbloem dat dan door andere dingen te doen, weet je wel. Lekker ontwijkend gedrag en shit. Yeah. En ik kwam wel, want ik heb dus dan het laatste gesprek gehad met mijn ex-werkgever, potentiële sponsor. En er kwam gewoon een heel realistisch getal uit aan wat ik dan moet produceren voor hem om mezelf te dekken. En dat is gewoon veel. Dat is echt veel. dat is echt veel wat ik dan moet teweeg brengen, zeg maar. Maar ja, ik zat dus inderdaad, dus ik heb inderdaad een hele hoop angsten van, kan ik dus wel presteren? De angst dat ik dus inderdaad de dingen die moeten gaan gebeuren als het niet lukt, weet je, dat soort dingen. En ik heb vandaag dat even, ik zat erover na te denken, ik heb het observeren, ik denk, godverdomme. En want wat eigenlijk de situatie is, is dat alles perfect voor mij klaar ligt, weet je wel. Ik heb hier die ding die ik nu inderdaad 2 jaar heb opgebouwd, waar heel veel mensen achter staan. En ik heb gisteren ook even op Telegram en op Discord ook een beetje gesproken. En er is gewoon heel veel mensen bereid om whatever the fuck te doen, weet je wel. Dat is ook inderdaad doneren of inderdaad misschien iets kopen of erbij te dragen of whatever te doen. Aan de andere kant heb ik een ondernemer die mij ook niet kwijt wil. Die wil er alles aan doen om mij te onderhouden. Ik heb dit platform wat op zich best wel goed gaat. Dus als ik inderdaad gewoon die dingen bij elkaar optel en dan ook inderdaad een beetje vertrouwen heb. Want de omstandigheden zijn perfect. Ik heb nog nooit enige wat ik moet doen. Ja. Dus de elleboogvet, de schouders eronder zetten om daadwerkelijk ook die dingen te kunnen bewerkstelligen die ervoor nodig zijn. Alleen dat stel ik dus heel lang uit, omdat ik dus inderdaad eigenlijk allemaal angsten heb om te falen. Moment dat je het doet, dan kan je falen. Zolang je niks doet, kan je ook niet falen. Terwijl je dit zegt, weet je, wat bij mij omhoog komt eigenlijk, dat jij hebt nu eigenlijk gewoon dingen opgebouwd die je echt leuk vindt. Alleen het enige wat er is, je hebt er een attachment eraan. En waardoor je het kwijt bent om bang bent om kwijt te raken. Terwijl eigenlijk, er staat een update voor jou te wachten eigenlijk. Gewoon nog een betere versie. Een situatie waarin je nog beter gaat voelen. Maar daarvoor moet je sowieso de attachments van deze situatie loslaten. Want het lijkt af te breken, maar eigenlijk gaat het juist in iets wat beter gaat zijn voor jou. Maar je moet het toelaten. Het gaat niet... Je moet het beseffen, uiteindelijk wordt het een stukje van vertrouwen. Dat jij niet kan zien hoe het beter gaat worden voor jou. Maar dat je alleen moet vertrouwen dat het gaat beter worden voor jou. En je gaat in een situatie waarin je het natuurlijke voor jou gaat. Want nu ben je in een situatie waarin je dingen moet omhoog houden. Yeah. Wanneer dat afbreekt, kom je in een situatie waar het natuurlijke voor je gaat. Waar je nog steeds kunt doen waar je van houdt. Maar je moet gewoon in vertrouwen dat jij dat plan nu nog niet kan zien. Maar dat het wel gewoon goed gaat komen. Vooral in YouTube, in media, entertainment, whatever. Vooral nu, internet age. Het is maar de juiste gast die je op je platform hebt. Een keertje die opeens in het nieuws komt of zo. De virality, dat,
Ik had vorige gast, was Max van den Berg, is een van de, kennen jullie de Fakkeldrager? Nee. Was, niet, dat was echt, dat werd heel erg gepusht op het nieuws en zo. Dat was iemand die voor Kaag's deur stond, hij te bedreigen met, weg ermee, NSB. Dat is een heel stukje dat uit is gezoomd door hem. Nee, maar daar zit een heel persoon achter die gast en die heb ik op mijn podcast gehad. Oh, damn. En de dag daarna was dus een rechtszaak daarover. Had ik niet uitgepland, maar dat was dus zo. En dan kwam dat dus opnieuw in het nieuws besproken. Exactly, weet je? Dat soort shit. Maar ja, dat is dan ook weer, zeg maar, een soort van... Moet je niet actief gaan zoeken of zo? Nee, inderdaad, nee, maar weet dat je wel. Want je wil eigenlijk helemaal niet tegengezien op zo'n ding meeliften, weet je. Want ik heb dus ook... Want ik heb precies hetzelfde gehad een jaar geleden. Toen ging ik een livestream doen over die uitzending van Tim bij de Voices Holland. En daar heb ik 1000 subscribers van bijgekregen, omdat ik meelifte op zijn stream. Dat is niet de bedoeling, weet je wel. Ik wou het gewoon live meekijken met mijn kijkers. En vervolgens zat iedereen te zoeken en kwam op mijn stream. Maar dat is heel Twitch. Dat bedoel ik. Dat is heel Twitch. En dat is... Ja, dat is gewoon... Heel veel mensen zitten nu gewoon letterlijk... YouTube is flooded with react content. Gewoon mensen die kijken naar mensen die reageren op nieuws, op dingen. Mensen wiens following die ik volg, die gewoon een keer... Kijken naar bijvoorbeeld toen die Johnny Depp trial was. En dan opeens hun max viewership krijgen. Gewoon dat algoritme toevallig pusht. Ja, gewoon... Het komt zomaar. Maar just keep believing in yourself. Keep on the grind. En dan komt het tot je. Jij hebt natuurlijk de factor en paranoia rondom van ben ik een shadowband of niet, weet je wel? Nee. Ja, maar weet je, de ding is... Het is gewoon zo belangrijk om te weten dat als jij gewoon vertrouwt in jezelf... Dan je kan gewoon... loslaten, want je hebt gewoon heel vaak zo, er zijn situaties, opportunities, kansen die naar je toe komen, omdat je bijvoorbeeld dan, je hebt losgelaten, je bent in een situatie gekomen dat wat, je toch, even wat minder is, waarin je wat echt gewoon meer gefocust bent om echt met jezelf te zijn, bezig met jezelf te zijn, maar vanuit daar kom jij een opportunity tegen die jou echt brengt meer op een pad dat echt nog meer bij jou past. Maar die opportunity zou je nooit tegen kunnen komen als je jezelf niet eerst naar de situatie laat vallen waarin je voelt dat eigenlijk gewoon je het hele leven wil jou naar die situatie toe brengen. Mm-hmm. Weet je toch? Dus die situatie, vanuit daar ga je weer iets zien wat je echt graag wil. Weet je toch? En niet iets wat je met paniek omhoog hoeft te houden. Wanneer je beseft, oké, ik maak keuzes uit angst, dan je weet, je gaat alleen nog meer angsten voor terugkrijgen. Nou ja, tot nu toe is dus de hele podcast best makkelijk gegaan en zo. Of nou ja, makkelijk. Het heeft wel veel tijd en werk gekost. Maar ik deed het met alle liefde omdat ik het leuk vind. En dat is goed. En die twijfel oogst zal angst zijn. Ja. Toch? Nee, ja, maar ik heb ook... Ik probeer mezelf ook in die positieve... Maar nu ben ik dus inderdaad in zo'n actief dubio gevallen, weet je wel. Al die tijd waar ik zeg maar voor... In ieder geval, ik maak dat natuurlijk zelf een dubio. Mm-hmm. Hè? Maar dat zegt dus iets over mij dan. Ik heb het idee dat als ik dit pad afga, dat ik dan inderdaad iets afsluit en iets verder ga opzetten. Wat op zich niet heel verkeerd was, want daar zou ik ook over na te denken. Want ik heb altijd gezegd, ik ga gewoon door op dezelfde manier tot en met aflevering 100. En na aflevering 100, dan kijken we wel weer verder. Dus dat is precies waar we nu zitten, weet je wel. Maar toch ben ik fucking zenuwachtig en zo, weet je wel. Dus je hebt het zelf eigenlijk al gewoon tegen jezelf gezegd. Maar ik weet het ook allemaal. Maar toch... bezet het mijn mind. Probeer je gevoelens daarmee ook niet te bagatelliseren. Maar het is een zeg maar, je angst komt gewoon van een understandable plek. Maar, ja, je hebt gewoon veel dingen opgebouwd. En als je de... gewoon attachment aan heb gezet, tuurlijk, dan gaat het eng zijn. Want dingen waar je attachment aan hebt, dat gaat een deel van je personaliteit worden. Dat gaat een deel van jij worden. Je gaat dat zien als stokken. Heb ik kritiek op al die mensen die alle shit hun identiteit maken, ben ik godverdomme alsnog mijn eigen podcast geworden. Snap je? Ja, maar ik heb ook echt legio. En ik heb ook echt mensen die constant tegen me zeggen, en ik frustreer me er ook aan, die zeggen van, ja, maar jij bent de podcast. Het is je personality ding, weet je wel. En ik weet niet hoe ik daarmee omga, maar dat is precies wat ik niet wil. Maar wat doe je dan daarmee met, dit is weer een heel eigenlijk andere discussie, maar ik vind het wel even interessant. Wat bedoel je met mensen die een hele identiteit... Ik denk dat er wel heel veel goed zit in trots zijn op wie je bent en wat je maakt. Het is we hebben net hiervoor ook gehad over het feit dat dus inderdaad... Jawel, dat is alleen je ego die daar trots op kan. Weet je, de ding is toch, wat heeft het voor nut om echt jouw trots voor iets uit te spreken als jij gewoon waarde hebt voor alles?
Maar, maar meer in de trant van like, zekerheid in jezelf, toch? Dat is, ja, maar dat is, is oké, okay, ja. Maar dat komt met like, understanding yourself en discovering yourself. En yeah. Ja, ik vind het lastig. En ik snap ook wel dat mensen die gevolgd worden door fucking miljoenen mensen scheidzenuwachtig zijn de hele fucking dag. Tuurlijk. Kijk, je kan blij zijn met jezelf, maar dat is weer iets anders dan trots zijn. Trots yeah, hebben. Yeah, weet je toch? Yeah. Like, gewoon, het is gewoon. Je bent gewoon blij. Ja, gewoon blij. Gewoon, je bent gewoon blij met jezelf. Je bent gewoon blij met het leven. Gewoon daarom. En het is ook natuurlijk vol winterperiode. Ik heb mijn minimale vitamine D-punt bereikt. Weet je wel. Dus ik zit in het ultieme jaar van mentale depressie in mijn verhouding. Volgens mij doe ik het nog aardig goed hoor. Dus het huis is. Er lopen nog geen ratten rond en muizen zoals elk jaar. Dus maar het is ook een saying. Het is ook een saying toch van dat als je februari overleeft, dan heb je het jaar al bezig. Ja, dat is het echt. En zo voelt het ook echt. Maar ik heb ook echt alles gezet op februari. Alles moest gebeuren in februari. Alles loopt af in februari. Alles begint in februari voor mij. Dus ja, grappig. Vaak leuk. Maar dat is het woord. Februari. Ja. Februari. 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 Sorry. Weet dat semantische. Het verliest de semantische waarde. Als je een woord zo vaak zegt dat het niks meer betekent, dan verliest een woord zijn semantische waarde. Maar semantiek is ook vervelend altijd. Ik vind dat zo irritant als mensen daar like, zo. Hé, maar weet je waarom dat gewoon raar voelt? Dit wanneer ook een beetje over dat trots, zeg maar, dan bedoel ik eigenlijk wel een beetje gewoon hetzelfde, weet je wel. Maar het is gewoon puur het woord, de connotatie met dat woord. Ja, dat wou ik trouwens nog iets over zeggen, want trots wordt. Je kunt trots gebruiken als een van. Je kunt zeggen, maakt niet uit wat er gebeurt, ik ben altijd trots op mezelf. Weet je wel, maar meestal wordt er gezegd trots om een reden. Is het dat je om een reden trots bent op jezelf. Maar je kan wel altijd blij zijn met jezelf, ondanks wat er gebeurt. Maar je kan ook wel trots zijn op een overwinning die je hebt gemaakt. Ja, snap je? Dus dan heeft het een reden, snap je? Dan denk je een overwinning. Wat inhoudt dat je dus ook weer niet trots op jezelf bent wanneer je geen overwinning hebt gemaakt. Want dat is een mes dat aan twee kanten snijdt. Want snap je? En dan maakt het eigenlijk dat je dus niet altijd oké met jezelf bent. Dat je soms trots met jezelf bent, maar dat die trots ook weer afgenomen kan worden als je geen overwinning hebt. Yeah. En dat maakt het dan weer de ego, snap je? Ik snap het. Dan was het attachment. Ja, ik zie veel gear sternen. Hij stond, er wordt veel verwerkt. Dan gaan we toch weer, maar dan ga je toch weer, ik weet niet. Weer in deze denkperiode, maar. Ja, ik kreeg het niet helemaal mee zelfs eigenlijk. Oh ja, dat was ook oké. Okay. De man is een donker aan het draaien en dat moet ook gebeuren. Ik dacht, laat ze niet zien dat je er geen shit van gehoord hebt. I heard you. Hey, you can watch it back, of moet ik het herhalen? Misschien een kleine samenvatting? Kan je het samenvatten in drie woorden? Ja, kleine samenvatting is dat. Trots snijdt aan beide kanten. Ja. Maar dat is ook wel, Dat is maar alles natuurlijk. Nou, gewoon blij met jezelf zijn niet. Het is hetzelfde, man. Nee, trots. Ik denk dat het heel goed voor jezelf is om duidelijk uit te werken, als je inderdaad trots bent, waar dat vandaan komt en waar je precies ook trots op bent. Snap je wel? En ik denk als dat inderdaad iets is waar jij zelf ook echt oprecht zelf trots op bent en niet alleen trots op bent omdat iemand anders dat vindt of zo. En als dat inderdaad met iets is wat je dan ook graag doet of whatever, dat je er ook achter staat, dat je niet trots bent dat je de beste verkoper bent, maar uiteindelijk weet ik veel mensen oplicht met verzekeringen of weet ik veel dat soort onzin, dan volgens mij dan zou het gewoon prima moeten zijn. Maar je moet er ook niet arrogant door worden. Een beetje nederigheid is ook niet. Is ook wel. Ik denk dat het beste non-attachment is gewoon blij zijn met het leven. En dan dus gewoon alles in het leven. Gewoon als je blij bent met het leven, dan kan niks kan dat kapot maken. Want alles hoort erbij. Je accepteert alles dat een deel is van het leven. Ja, ik probeer ook altijd blij te zijn met de ellende een beetje. Alleen ik word wel gestrest door het leven. Gewoon. En dan ben ik gestrest. En dat is op zich dan ook niet erg. Ja, het leven is... Als ik het vertrouw, lees het Moeilijk te lezen. No rain.
No flowers. No rain, no flowers. Ja, nee, ja, ja. Okay. Nee, maar dat is het. Want ik ben dus nu gestrest. Maar ik kijk dus dan uit naar periodes dat ik minder gestrest ben. En dan geniet ik daar dan alvast een beetje van tevoren van. Maar ondertussen moet ik wel door die stress heen, zeg maar. Het leven is uiteindelijk gewoon een reflectie van onszelf. Dus die gestrest door het leven, in principe zeg je eigenlijk, ik raak gestrest door mezelf. Ja, nee, dat zeker, ja. Ja, nee. En dan ineens... Ik maak mezelf gestrest, zeg maar. Dezelfde situatie die de ene dag stress bezorgen, kunnen de andere dag over die niet stress te bezorgen. Want bijvoorbeeld, als jij zegt, een persoon maakt mij gestrest, weet je wel. En dan is het van, ja, yo, die persoon moet veranderen. Als die persoon niet wil veranderen, je zit vast. Maar stel je beseft, oké, het is ik die mezelf gestrest maak over die persoon. Dan je hebt een punt, oké, je kunt verdere stappen nemen. Je kan er iets aan doen. Dus dat is wanneer jij op jezelf gaat focussen. Dan op een gegeven moment, er is iets waar je mee kunt werken. Wanneer je het op buiten focust, dan je gaat vastlopen, want je wil buiten veranderen en soms wil het niet veranderen. True. Very true. Ja. Maar ja, dan kom je weer bij jezelf veranderen en dat vinden mensen dan weer eng. Ja, ik zou nooit, zeg maar, iemand sowieso überhaupt willen veranderen. Hè? Misschien, dus tegenwoordig helemaal niet meer. En ja, behalve de mensen boven, die bovenaan zitten. Maar er zijn wel dingen dat ik denk van ja, ik wil het niet veranderen aan mezelf voor desbetreffende personen. Dan ga ik jezelf moet het alleen. Gewoon letterlijk voor jezelf. Ja. Want alle haat, alle irritaties die jij draagt, die voel jij. Die voel jij gewoon. Je draagt ze wel naar hun, maar die voel jij op dat moment. Wanneer jij die dingen... Dus voor jouzelf is het gewoon het beste om gewoon dingen te willen loslaten. Niet eens voor een andere persoon. Daarom moet je ook alles gewoon met dezelfde energie approachen. Want jij moet elke dag met jezelf leven, weet je. Ja. Dat is wel lastig. Met dezelfde energie. Ik bedoel, jonko's maken het wel makkelijker om alles met dezelfde energie te approachen. Dat zeker. Ja. Maar zonder wiet, dan is het lastig voor mij. Maar ook je enemies, kill them with kindness. Daar geloof ik best wel in. Ja, maar het is ook super lastig om gewoon jouw eigen dingen te approachen. En daarom is het ook belangrijk om gewoon naar jouw verleden te kunnen kijken. Omdat je moet gaan kijken, waar is dit gecreëerd? Want op een gegeven moment, deze dingen zijn gecreëerd op de momenten in het leven dat jij nog onbewust was. En dat je nog niet het vermogen had om dingen te kunnen sorteren in je hoofd en te kunnen afweren. Dus je hebt gewoon rauwe energie gewoon in je opgenomen. En als je moet eigenlijk teruggaan naar die tijd en daar gaan kijken, okay, wat is daar gebeurd en wat heb ik uitgesloten. Gewoon eigenlijk jouw traumatische ervaringen, de dingen waar je eigenlijk niet heen wil gaan. Of ik jou mag designaten tot de bier halen. Je moet eigenlijk sowieso af te doen of ik er niet ben. Gijs, ben jij niet gewoon de guy voor de guy voor Peter, waar we het net over hadden? Gijs heeft net nieuw werk. Gijs heeft net nieuw werk gevonden. Het leukste werk wat hij kan vinden. En ik heb het nog niet eens erover gevraagd, daarom, we moeten eigenlijk Gijs vieren. Maar ik wil ook nog wel even doorgaan over shit. Maar het idee was net, het popte in mijn hoofd op, terwijl jij nog dit aan het doen, dat misschien even een soort van, ik dacht van, hebben jullie nog überhaupt zin om daar even door te gaan? Ja, eigenlijk wel. Ik voel het nog wel. Dan een kleine scene switch naar van therapie-sessie naar nog wat filosoferen, misschien over het leven en zo. Misschien aliens, wou ik het nog even over aliens. Hebben. Ja, ik ben zo unversed in aliens, maar ik ben helemaal down met aliens. Dus down met aliens? Ja, aliens, ik dacht van, misschien kan te combineren met nieuw bier, maar jij fixt die al. Ik heb het gevoel dat jij knowledge hebt die jij ready bent om te sharen. En daar staan we. Maar hoe zeg je dat? Informatie hooguit, maar kennis is, dat moet allemaal nog blijken. Weet je? Wanneer we over aliens praten, dan is het, het is wel leuk om te filosoferen, maar zodra het weer een beetje angstig of zo wordt, wordt het eigenlijk weer therapie of zo, weet je wel. Want dan is het weer, dan betrekken we weer onze eigen emoties erbij in van wat we ervan vinden, omdat het aliens geeft dan soms ook weer een idee van oké, er is veel meer dan wat wij nu eigenlijk allemaal kunnen beleven en ook weer een machteloosheid gevoel van hoe die dingen voor ons verborgen kunnen worden, hoe we zelf echt naar die informatie moeten reiken om überhaupt lucht van te krijgen. En we kunnen ook even, zeg maar, switchen. Dan ga ik met hem even gewoon luchtig filosoferen over aliens en dan kan jij therapeutische side notes geven. I'll just tag you in. Even een kleine switch inderdaad. Nee, maar het is ook wel even goed om even soms even van scene switchen, toch? Het is toch een beetje een soort van second place dat daar
daar, weet je wel. Want, met de grote uitgezoomde camera. Hier een camera, beetje de gegeven, chair, maar ik voel me nog wel verbonden met jullie. We hebben een goede gesprek, Oh, jij gaat ook meteen ook even... Ja, nou, schuif jij aan bij mij. Ik schuif aan. Even kijken. Ga ik op een schoolstoel zitten? Wat gaan we doen? Ja, gewoon. Oh, jij neemt deze over. Dat is ook goed. Ja. Kijk. Dan neem ik ook hier wat van. Zo. Ja, sowieso. If you do not mind. Dan vergeet ik wel mijn bier. Zo. Aliens. Let's get it. Aliens. Wat had je in je hoofd? Nou ja, je hebt natuurlijk recente shit rondom aliens. Laten we daar vanuit daar terugwerken, zeg maar. Ik weet het niet, ik ben best disconnected. Oh, dat ging over die ballonnen of zo. Nee, maar even... Oh, die UFO's. Ja, precies. Dat waren inderdaad die spy ballonnen van China of zo. Even kijken. Hier, 5 dagen geleden... CNN. It's about the unidentified object shot down by fighter jets just miles off the coast of Alaska yesterday. Unlike the Chinese spy balloon shot down last Saturday, this object demanded more immediate action yesterday. Officials say it was flying much lower at 40,000 feet, making it a dangerous potential threat to civilian aircraft. But now we are learning that U.S. military pilots who approached the craft have given conflicting accounts of what they saw. This new reporting coming in now from CNN national security reporter Natasha Bertrand. Natasha, so this is interesting. This is kind of unusual that these pilots saw different things, and that is sort of, I guess, adding to the mystery of all this. Yeah, not even the pilots apparently were really able to identify what they saw. And just to take you back for a sec, on Thursday, the U.S. defense officials sent F-35 fighter jets up to try to figure out what this object was that was flying around near Alaska. Those pilots, we have learned, have given very conflicting accounts of what they actually experienced, with some pilots saying that the object interfered with the plane's sensors, other pilots saying that they didn't really experience that, other pilots saying that when they looked at the object, they could identify identifiable propulsion system, and they did not know how it was actually staying in the air, cruising at that altitude of about 40,000 feet. So this has all added to the Pentagon's wariness of describing in more detail what this object actually is until they can get more information through the debris that they are recovering right now. And what do we know about the efforts to recover the wreckage of this second object? And volgens mij... We praten er zo lang over, er wordt weinig gezegd. Ja, dat is wel waar. Maar dit ging in combinatie met een reeks aan berichten. Even kijken. Yeah. Ja, precies. Dat is altijd die nieuwsmedia sequel. Oh ja, er zijn dus heel veel verschillende dingen die er worden gezegd. Ja, er zijn wel een beetje conflicting accounts van dingen, inderdaad. Ene zegt dit, ene zegt dat. Ja, dit was Trudeau. Yesterday, NORAD. Oh, ik heb zo'n goede conspiracy theory over hem. Wat, die van, dat hij van die Cubaanse vrije strijder was. Castro. Castro. Ik geloof er echt in. En weet je dat ik het uitleg? Hij gedraagt zich wel als inderdaad een of andere communistische totalitaire. Hij moet zich meer als Castro gaan... Baardje groeien en shit. Ja, maar kijk, als je die foto's naast elkaar houdt... en zijn ouders waren swingers. Er was een honeymoon waarin 2 dagen waren unaccounted for. Daar waren geen records van waar ze heen waren gegaan. En in diezelfde tijd was Castro ook of ze waren in Cuba of ze waren like, ergens waar hij ook was. En hij lijkt totaal niet op Pierce Trudeau of zo. Ja, dus hij heeft wel Castro. Ik zie die foto's ik ook. Ik vind het gewoon echt een grappige cosplay. Ja, dat is wel een goede. Dat is voor sommige mensen het serieuze koek, hè? Zeker. Heel veel mensen kijken ernaar en denken, natuurlijk, natuurlijk. Castro, communistisch, communisme. dit heeft hij gezegd, dus little Fidel Castro. Object. Wacht, mag ik iets? Therapeutische side note. Je hebt de mensen die naar kijken die het serieus nemen. En je hebt er ook mensen die naar kijken die het afzeiken. Ja, maar ik kan het ook serieus afzeiken. Oké. Dit is wat hij zei. Little Fidel Castro. NORAD confirmed that an unidentified object entered unlawfully Canadian airspace. It represented a reasonable threat to civilian aircraft, so I gave the order to take it down. Yesterday afternoon, I also spoke with President Biden and confirmed together that we will continue to do everything necessary to protect the sovereignty of our shared North American airspace, but also to do everything
necessary to keep our citizens safe. This evening I'll be sitting down with Indigenous leaders, including those from the areas potentially affected by the shootdown, and I'll be sitting down with the Premier of Yukon tomorrow to talk about how we continue to work together to ensure that Canadian sovereignty is safe. Maar het kan natuurlijk over ballonnen gaan, maar de complottheorie is dat dus die ballonnen een afleiding zijn van aliens die ontkomen zijn. En dat dus ook samenhang heeft met al die gekke rampen die nu aan het gebeuren zijn. Dus inderdaad die treinenontsporing, alle gifgassen, allerlei plekken waarbij dus inderdaad mensen moeten ontruimd worden, mensen weg moeten. Ja. En om daar dus inderdaad de overheid te laten komen. En het ziet eruit, en dat is echt de afgelopen week is dit gaande. Hè? Ja. Dat gebeurt in een week in één keer bizar veel. Dus komen de aliens? Komen de aliens? Ik denk als de aliens komen, then we will just not know. Ik denk dat we dat gewoon niet zo snel. Nee, maar daarom deze shit. Ziet het er zo uit dat de aliens komen? Want dit gaat er samen ook nog met een. Maar de overheid zal dat niet aankondigen, denk ik. Nee, maar die moeten gigantisch veel kofferen zelf aankondigen, zeg maar. Hi, human beings. Ja, precies. Van, oh, mogen we op tv zeggen dat we er zijn? Nee, oké, dan wachten we nog wel even, weet je wel? Nee, maar niet zo bedoel ik. Gewoon, kijk, als aliens willen komen, dan is het een groot spektakel. Want dan heb je gewoon allerlei fenomenen die plaatsvinden. En dan gaat iedereen op TikTok en weet ik wat. Dus ze komen nu en ze proberen de hele tijd de overheid dat soort van control damage te doen. Om dus allerlei mensen en groepen in bedwang te houden. Want je hebt dus inderdaad allerlei objecten die uit de lucht worden geschoten. Je hebt vervolgens allerlei locaties op de aarde die in één keer ontruimd moeten worden. En er zijn echt veel dingen. Ik vind het heel grappig. Aan de gang nu, zeg maar. Ik vind het heel leuk dat je dit aankaart. Ook met wat er nu gebeurt met Amerika in Ohio. Was er een explosie geweest en zo. Ja. En ik krijg in mijn bubbel, in mijn social media sfeer, krijg ik een heel andere conspiracy theory mee eigenlijk. Dat is niet de alien kant op, maar meer dat het echt de issue is van safety mandation. Gewoon Joe Biden bashing, zeg maar. Ja, gewoon dat shit is niet geregeld daar. De infrastructuur is daar zo slecht. En natuurlijk, er is een grote ramp. By default of the government. Omdat het gewoon gaat over de safety van transport die er niet was. Dat de fault was. En dat nu wordt gecoverd up. En ik vind het. Ik denk altijd met bijvoorbeeld naar de link die we net zetten. Dat is pas de eerste laag complot. Elk complot heeft minstens drie lagen. Nee, ik denk juist dat Elk complot heeft zeg maar een praktische overheidscomplot. Ja, een zeer spirituele, multidimensionale laag. En altijd nog iets met aliens of Anunnaki daarboven. Maar ik denk juist dat omgedraaid is. Dat de aliens en de government level zijn omgedraaid. En dat is de fourth level conspiracy. Dat is mijn fourth level conspiracy. Maar dus die aliens lopen nu al te fucken. Zeg maar. Door middel van Joe Biden. Nee. Niet eens dat die aliens er zijn. Maar meer dat zeg maar. Joe Biden is wel reptilian. Ik denk ook dat is. Je hebt het heel veel over verdeling. Dat we verdeeld worden. Ik denk dat er juist met. De bron van mysterie is geen mysterie. Het is gewoon. Het is geen aliens of mystische dingen. Het is gewoon een overheid die koude incompetent is en niet voor hun burgers opkomt in dit soort dingen. Wie geeft er een fuck om East Palestine in Ohio? Niemand van die. In Washington. Ook dat die niemand. Shit East Palestine heet. Dat vind ik ook, raar. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar ik heb daar nog niet precies een complottouwtje naartoe, maar er valt vast iets te vinden daar. Ja, precies. Oké, Joden. Maar sowieso Joden weer de schuld geven. Ik kan zeggen, Joden hebben Palestina weer aangevallen. Ja, exactly. Daar gaat vast weer in. Altijd makkelijk om de Joden de schuld geven. I love talking aliens, flat earth, iceberg theories, ancient civilizations. Let's go. Maar ik denk ook dat dat een heel makkelijke manier is om af te leiden van de incompetentie van mensen. En dat er gewoon. Maar heeft incompetentie geen reden dan? Er zit toch ook iets achter? Ik denk dat. Nee, ik denk terug ben. Omdat dat als je in die. Terug? Okay, let's go. Volgens mij ben ik weer terug in de. Yes. Comfo, de incompetentie van mensen. Ja, je toch gelijk. Nou, in hun posities. Okay. Voorzitter gaat zeggen, want ik weet al wat je gaat zeggen. Wacht. Voorzitter gaat zeggen. Ik moet het benadrukken. I need to elaborate. Met incompetentie van mensen bedoel ik gewoon incompetentie in de banen die ze hebben gecreëerd. Want de banen en de functies, de systemen daarachter, die zijn super banaal en onlogisch. En daarom iedereen, elk normaal mens wat je daarin zet, in een normale positie, in zo'n machtspositie, die gaat gewoon fouten maken. Dat is super menselijk. En dat is zeg maar niet incompetentie. Dat is just
like... Nee, maar kijk, luister, of je legt een goed systeem aan, ja, of je fuckt dat systeem. Weet je wel, mensen zijn maar mensen. En dan precies, mensen, maar je zet of mensen op om te falen, of je zet een mens op om succes te hebben. De klok hoort erbij, hoor, bij de podcast. Oh ja, okay, de klok. Mensen zitten al, als ik de klok niet aanzwing, dan zeggen mensen na 3 afleveringen, hé, hey, waarom heb ik de klok dan niet gehoord? Ben je verhuisd of zo? Mensen dachten dat ik naast een kerkklok woon. Ja. Ik wil altijd, als ik super schurk ben, dan wil ik dat dat mijn headquarters is. Eusebius, ja? Kerk. Met die, ze hebben tegenwoordig, ze hebben tegenwoordig wetenschappelijke ornamenten op de kerk gezet. Oh, die spermacel en zo. Ik snap het. En het waterbeertje en een virus heb je erop gezet. Ja, oh sure. Ja, oké. Tijdens de afgelopen 3 jaar, hè? Nee, ik noem het woord niet voor je afvraagt dan ik zo vaag ben. Maar... ja, het C-woord. Ja. En ook, ja, inderdaad, de P-periode. ja. Maar in die tijd hebben ze het erop gezet. Hebben ze in één keer. In een tijd waar wetenschap niet in een hoog vaandel werd gehesen, hebben ze even extra wetenschappelijke dingetjes, ornament op de kerk gekwetst. Een aparte shit. Ook een of andere ambtenaar. Is dat? Maar, is dit dat we denk je gewoon falen van? Wist je dat die kerk, zeg maar... Dat is gewoon denk ik gewoon een art project van iemand in de gemeente die denkt van... Ja. Oh, wat zou leuk zijn voor in de kerk. Ik denk dan dat ze gewoon een random iemand, misschien van Artes of een random kunstenaar hier hebben gezegd... Oh, kan je iets maken omtrent de P-periode? En dan van, oh ja, ik maak dit. Was je bij de Bubbles, bij Nacht van de Kunst? Of ik was er niet. Nee, helaas. Ja, dat is dan ook, weet je. Dan sta je bij zo'n kunstzinnig stuk en dan staan er een stelletje gasten iets te doen... En ik weet niet wat ze aan het doen waren, maar in een stuk act was gewoon de hele tijd dat ze daar met z'n allen wat stonden te schreeuwen. En dan loop je er ook van weg en dan zie je dus even die situatie van zo'n groepje mensen die dan naar zo'n bubbel zitten te kijken. Met mensen die erin zitten te schreeuwen zo, Zijn wij dat ook niet, though, nu, op dit moment? Mensen die gewoon iets ergens in een ruimte schreeuwen en mensen luisteren hier gewoon naar. Like, als je ervan afstapt of zo? Nee, ligt er ook nog net aan van, hoe zeg je dat? De energie die ervan afkomt of zo. Weet je toch? True. Stel er is ergens echt een goed interessant gesprek gaande of zo. Het geeft toch gewoon andere energie. Het kan eerder een energie afgeven van... Hey, oké, laat me ook even luisteren wat daar gebeurt. In plaats van dat je denkt van... Yo, what the heck is actually happening? Weet je toch? Ja. Nou ja, ik hou wel van een stukje. Want ik heb wel eens ik heb de meest vage kunstexhibities wel eens gezien, jongen. Ik sta er ook soms wel eens te geinen. Dan sta ik met een maat van mij ook. Dan staan we gewoon echt gewoon op de meest nuchtere manier te observeren wat er gaande is. En dat is eigenlijk pure waanzin, weet je wel. Want ja, was dat toen, absurdistisch, was toen, zeg maar, bewegende kunst. Interpretatieve dans? Ja, inderdaad, interpretatieve dans, ja. En dan gaan ze dan... En dat waren dus twee dames, heel mager... en dan allebei in een vleeskeurig broekje en BH, zeg maar. Dus het zag een soort van naaktisch uit. Ja. En die zaten daar dan... En er gebeurde eigenlijk niks. En dan eromheen lagen allemaal kussens in die cirkel. En op die kussens konden dan mensen daar in kleermakers zitten. En dan zaten dan inderdaad een paar van die mafketels... zaten daar dan daarvoor helemaal genageld aan wat hun daar aan het doen waren. En wat hun aan het doen waren letterlijk gewoon een beetje zwierig heen en weer zwaaien... En dat ging maar door. Dat ging maar door. Want dat, ik dacht ook van, oh, dit is even een tijdelijk dingetje. En ik ging er voorbij. Ik denk, nou, leuk, weet je wel. Yeah. Leuk. En we gaan weer verder. En ik kwam hele dingen gezien. Allemaal andere rare kunst gezien. Bijvoorbeeld peurschuim. Gewoon peurschuim met allemaal objecten erin gedouwd. En dat stond dan daar als een stuk kunst. Dus dan sta je er ook bij van... Hoe weet je moet ik ook geen kunstenaar worden of wat is hier gaande, weet je wel? Ja, doe het. En op een gegeven moment kom je dan terug naar anderhalf uur en dan is dat nog steeds gaande. Het was gewoon een soort van uitputtingsslag, weet je wel? Van twee dames die gewoon de hele tijd in een cirkel aan het doen zijn. Ook, okay. En mensen maar erbij zitten en dan maar omkijken zo. Okay, maar... goedkeurend. En ja, ik weet niet, op zo'n moment dan zet ik mezelf daar buiten en dan denk ik toch wel van... Wat een gekkigheid. Ik heb heel lang dezezelfde positie gehad. Vooral met dansen en zo. Het greep me gewoon niet. Dansen? Het kijken naar moderne dans. Naar mensen die iets uiten in hun dans. Ik heb ook situaties waarin ik moderne dans wel kan waarderen, hoor. Het is ook uitgesloten dat ik... Right? Maar het is inderdaad in zo'n setting, zo'n...
presentatie, dat het gewoon... want het was ook heel oud, want het was in een loods. Het is subjectief, maar het was hele, alle kunst. Hele ruwe kunst. En dan, ik weet niet, was... Ja, ik weet niet. En dan verzit ik dus in zo'n existentiële vraag van... Is het opzettelijk bizar gemaakt? Of zijn het mensen die het zelf heel serieus nemen... in een soort van energie die ik mis? Of zo, weet je wel. Ja, en dat is een beetje... Ik vind het grappig. Voel je dat ook niet? Zeg maar, ik heb wel als het gevoel als ik dat zie, zo van, oh, dit is like genuine. Like, hier zit echt de emotie achter. Naast van, dat vraag ik me dus dan af. Net zoals een fucking banaan aan de muur, weet je wel. Ik heb een... Ja. Snap je? Is dit gewoon een hoop interessant gedoe? Of is dit echt iets wat mensen tot het diepst van hun kern voelen? Hey, luister, ik heb een manier hoe je eigenlijk de beauty ervan in kan zien. Okay, je moet deze beseffen. Op het moment, je gaat ooit dood zijn. Stel je gaat net dood en gewoon jouw leven flitst voorbij je ogen. Je ziet gewoon de dingen die in je leven zijn gebeurd en zo, dit, dat. Oké? Je beseft eigenlijk gewoon dat het leven is niet altijd. Alles wat je meemaakt, alles gewoon wat bij het leven hoort, hoorde bij jouw hele ervaring van hier gewoon ademen, zijn en zo, dit, dat. Zelfs die mensen die deze dingen doen, die deze... art doen, dat is also a part of life. Like, omdat het leven is zoals het is, is dat er ook. Dus it is part of like this big mysterious thing called life. Wat het ook eigenlijk gewoon weer heel erg magical maakt, want het maakt ook het leven interessant. Oké, mensen komen tot zover dat ze eigenlijk dit soort dingen gaan doen, hé toch? Ik weet niet, dan eigenlijk, dan maakt niet uit wat er gebeurt, dan is het gewoon een blikje of een telefoon, maakt niet uit waar je naar kijkt, het is gewoon beautiful, omdat het is gewoon een part of life en het is gewoon op de momenten dat je dingen niet de waarde of de beauty van kan inzien, dan op dat moment ben je eigenlijk even vergeten hoe bijzonder het eigenlijk is dat wij nu het leven eigenlijk meemaken en alles daarin en alles daarop ook eigenlijk maakt niet uit wat er gebeurt, het is een moment. Zoals jij dat hebt ervaren, ga je het nooit meer precies die moment zo ervaren. Dat is gewoon een eenmalig moment geweest, een uniek moment. En ik denk ook om daarop aan te vullen, like, en weer terug te komen op die mensen die daar zitten, op zo'n kussentje. Dat ziet er van dat perspectief, oké, ga je daar zo zitten, een beetje kijken, oké. Maar misschien zitten die mensen daar helemaal in, met de perspectief komt het net perfect. Voor mij maakten die mensen die dus daar aan het deelnemen waren, deel uit van het stukje kunstwerk. Weet je wat het stomme is? Want het is nu, het is ook een soort van core memory, weet je wel. Want ik heb daar echt iets beleefd. Ik denk van, wat fuck is hier gaande, weet je wel. Ik kan het ook wel waarderen, maar wat ik er dan van moet vinden, zeg maar. Ja, dat is altijd... Daarom denk ik gewoon... We hebben het er nu wel. De dingen die wij wel... De dingen die we wel... Voor de kunstenaar. Ik weet niet meer wat het was. Hoe zeggen dat? De dingen die wij leuk vinden, dat is wanneer we wel in die beauty of life kunnen intappen. Omdat wij zijn geopend voor die dingen. En dus daar kunnen we echt gewoon de beauty van inzien. Maar omdat de beauty of life eigenlijk bij alles is, heeft iedereen zijn eigen ding waar zij de beauty van kunnen inzien. En daarom hun kunnen echt de echte beauty ervan inzien, misschien, zoals wij dat van andere dingen kunnen misschien zien. Misschien vind ik waanzin gewoon heel mooi. Ja, maar daarom lijkt ik voel dat je best wel absurdistisch... Absurdisme zei je wel, denk ik, is wel een kunststroom die jij... Nee, ik vind het gewoon fijn als mijn mind gebloot wordt, weet je wel. Als je alle labels eraf haalt... Als in niet als in... Kijk, als je alle labels eraf haalt, als je gewoon helemaal weghaalt van wat er gebeurt wanneer je zo'n show ziet, gewoon alles, al je gedachten erbij weghaalt, dan... Ja, ik weet niet, dan het wordt gewoon... Het is gewoon een happening, gewoon. Het is alle happening. En het is gewoon... Het gaat voorbij dan het denken. Het is gewoon letterlijk live, gewoon. At that point. En weet je wat het is? We zijn wel een beetje gekaapt ook door dit soort shit, weet je wel. Dat is ook wel... Maar kijk, ik heb marketing gestudeerd, weet je. En dan krijgen we juist te leren om precies op dit soort shit in te spelen, weet je. Een beleving te creëren. Pak het emotioneel aan. Laat mensen voelen. Laat ze zich, weet je wel, het herinneren. Laat het... Maar dat is een hyper... En verstopt er een berichting, hè. Dat is natuurlijk het belangrijke ervan. Dat is het verschil maar tussen... Daar zit in mijn optiek wel een valkuil. Als je zo openstelt. Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen. Er is een verschil tussen reality en hyper-reality. En dat is marketing, media, entertainment. Die maken allemaal hyper-realities waar je kan leven. En dat is, ja, daarin is een, dat zijn valse emoties. Hoe herken je een hyper-reality dan? Dat is, ik denk, een deel media-geletterdheid, honestly.
Dat denk ik een heel deel. Wat voor mij wel heel erg belangrijk is om erbij te vertellen is van, ik ben het wel letterlijk, ik kijk wel hetzelfde naar als jou daarna, wanneer jij zegt van oké, dat je het zo raar vindt, zo gek eruit vindt zien wanneer die mensen zo doen en zo, snap je? Maar ik ben er bewust van dat het mijn geconditioneerde mind is die je zo naar kijkt. Dat ik zelfs daar ook beauty in zou kunnen zien. Dus hetgene wat ik net zei, het is niet dat ik het al, op het moment dat ik het uitsprak, kon ik ook de beauty inzien van wat jij omschreef. Maar toen jij ze net erover praatte van ja, een beetje gek gebeuren, kon ik me daar ook in verplaatsen. Want eigenlijk, nou, mijn mind is daar ook gebeuren, al, snap je? Is hetgene wat ik er ook aan waardeer. Is omdat het, ik heb kunnen lachen erom. Weet je wel, niet een soort van, ja, dit klinkt neerbuigend, zeg maar. En dat is een beetje wat ik dan zeg maar, hè, als ik eraan terugdenk, dan denk ik, oh, dat is eigenlijk een beetje stout. Dan misschien hebben die dames wel heel erg hun best gedaan om iets serieus neer te zetten. En dan zit ik het zo te belachen, weet je. Dat is, maar die tegenstrijd, dat zorgt er dan ook wel. Ja, dat is, daarom is wel blijven hangen op een of andere manier. Ja, maar daarom zeg ik, van diezelfde tegenstrijd heb ik ook. Daarom zeg ik je, ik voel je in dat je denkt van, oh, het is grappig, die gekke gebeuren. Maar ik weet ook wel beter dat eigenlijk, er is beauty in alles van het leven. En als je gewoon letterlijk weghaalt van wat er gebeurt, dan is dat gewoon, het is gewoon life that is happening, hè, toch? Dus, maar alsnog, ondanks dat, heb ik al alsnog dat ik ook gewoon naar dingen kan kijken van, oh, wat is dit dan? Wat is dit raar en zo? Dit, dat. Ook omdat ik ben ook gewoon in deze wereld opgegroeid en ook gewoon met aangeleerd om dit normaal te vinden en dat raar te vinden. Waardoor, maar elke dag pak ik mezelf wel aan gewoon en wijs ik mezelf wel op, zodat ik elke keer meer gewoon daarvan los kan laten en gewoon meer beauty kan zien in de wereld eigenlijk. Ja, maar dat is wel precies wat je ook al eerder zei. Ik weet niet wanneer of in welk context, maar je zei dat als je like leeg bent, dan kan je ook weer herbouwen. Of jij zei dat, dan kan je weer opvullen. En dat is het mooie van het leven, right? En dat is gewoon die programmering waar je het over hebt. Je hoeft niet op te vullen. Kijk, wanneer je leeg bent, dan ben je leeg en vol en tegelijk. Dan ben je leeg en vol tegelijk eigenlijk. Je hoeft niks meer op te vullen. Je bent meteen ook alles wanneer je leeg bent. Wanneer je iets bent, dan ben je iets en apart van de rest. Maar wanneer je niks bent, dan ben je ook meteen alles. Right. Dus dan hoef je niks meer op te vullen. Dat is het, dan is het oké gewoon. Maar dan moet je wel de hele tijd leeg blijven. Ja, je moet gewoon. Eigenlijk het doel is om oké te zijn met de leegte. En daarom eigenlijk. Ik had letterlijk met zo'n jongen. Jongen over die in de moslims is, weet je wel. En we hadden het over dat hij zei van ja, als jij doodgaat, dan je gaat naar de paradijs en zo. En ik vertelde hem van ja, ik voel wat daarin wordt gezegd, maar ik besef dat die dood waar ze over praten is niet jij oprecht die doodgaat. Het is een dood die nog voor die dood komt. En dat is jouw persoonlijkheid die doodgaat, dat jij leeg wordt. Wanneer jij leeg wordt, jij gaat zien dat je allang in paradijs was. Snap je? Dat je allang in het paradijs aan het rondlopen was. Maar daarvoor moet jij leeg worden, want het zijn jouw negatieve meningen die voortkomen uit jouw pijn, die ervoor zorgen dat jij gewoon niet kan genieten van hoe de dingen zijn op dit moment. Terwijl eigenlijk, je kan in een hele goede situatie zitten. Je kan het veel beter hebben dan een ander en alsnog klagen over jezelf. Dus uiteindelijk, iedereen kan over zichzelf klagen, maar puur omdat zij gewoon vastzitten met hun negatieve meningen. Ja. Yeah. Maar wat gebeurt er dan als de aliens komen? Oké, ik weet niet wat er in het groot gaat gebeuren, maar ik kan wel vertellen, persoonlijk. Ja, wat denk je persoonlijk wat er gebeurt als de aliens komen? Ik denk, we gaan ze snel accepteren. Ja, wat wil je anders doen? We zijn al heel lang voorbereid op dat. Ja, er zijn... Met films en zo. Het ligt er ook aan wat voor aliens het zijn, toch? En hoe ze communiceren. Misschien communiceren ze helemaal niet met de senses die wij zijn. Of communiceren ze veel meer op energy level of zo. Ja, of ik denk ook gewoon, wacht, een deel van ons wil die aliens accepteren, maar een ander deel die gaat meteen oorlog voeren met die aliens. Volledige angst van... Die mensen van dat is weer een nieuwe situatie waar mensen... Van ja, ze willen ons vernietigen of extreme, iets van. Nee, ja. Toch dat, ja, gewoon. Dat is Amerikanen en die Indianen doen. Ja, gewoon, maar, in heel veel films zie je dat, toch? Onbegrip. Ja, in heel veel films zie je ook dat de mensen die gaan die aliens aanvallen, toch? Maar ik voel ook gewoon van, ja, maar dit klinkt ook echt als een... Dit voelt ook echt als een logische reactie van de mens. Ja. Van,
Yo, ja, hey, what the fuck is dit? Maar dat is ook... Ja. Ja, ja. Sommige mensen gaan vluchten, maar dat is, like, het is toch wat we zeiden, gewoon fight or flight or accepting. Snap je? Het is like, of mensen gaan er tegen vechten, of mensen gaan vluchten, gaan in een bunker zitten, en van, oh shit, wat gebeurt er, moet weg. Of like, ja... Laat aliens zeggen wat ze willen zeggen. Als ze hier zijn gekomen, zijn ze hier wel gekomen met een reden. En het kan zijn of like, we worden enslaved, like, van grondstoffen of zo. En dan is het, ja, oké, big deal. Ja, leuk wat we daarvan vinden, maar zij hebben de technology om ons te overpoweren. Maar dat betekent ook dat de reden dat ze hier niet zijn gekomen is ook met een reden. Precies, dat is ook die theorie, toch? Aarde, je ziet die gaslevels van, oh nee, maar ze denken van, joh, we willen niet naar de aarde toe komen, toch? Garandeer. Van, ze zien die kunsten zo toch, waar Peter het over had. Ze denken, joh, hey, toch, we geven nog een paar duizend jaar, dan komen we wel weer terug. Jullie zijn nog niet daar. Ontwikkeld genoeg om mee te mogen doen. Ja, of ze zijn dus al geweest, of we waren aliens en zijn we were dropped off here of zo. Ja, dan is het dat samen. Ja, die drop-off, ik voel die. Toen ik die verhaal heb geleefd van dat wij gewoon... eigenlijk een mix zijn van alien race. Ondanks alles, ondanks dat ik ook besef van we moeten focussen op onszelf en zo, voel ik wel van oké, ik weet niet, daar zit iets in of zo, hè, toch? Yeah. Ja. Dus mag je later als we verder ontwikkelen. Snap je? Maar het is meer van, het is meer van. Ja, maar het is meer van, ik denk ook, ik geloof wel dat ik daar ook wel bij kom als ik meer op mezelf ga focussen en daarmee bezig ga, dat ik op een gegeven moment ook bij die dingen ga komen. Maar dat ik eerst die weg moet nemen, he, toch? Nee, heel veel mensen die in aliens zitten, die komen uiteindelijk tot allerlei conclusies dat er al heel lang aliens zijn natuurlijk. En dat die inderdaad een beetje de wereldaffaire zitten te beïnvloeden. En nu een beetje tot een conclusie komen. En dat is waarom we er vanaf weten dat wij dat er contact gemaakt moet worden op een of andere manier. Dat is ook waarom het nu genormaliseerd wordt in het nieuws en zo. Want het wordt al een hele tijd genormaliseerd in de media en in de kunst en whatever. Ik maak dat echt niet Oké, wacht. Ik heb even een random gedachte. Oké, stel je voor, wij zijn de aliens. Wij hebben de powers, maar we hebben openbesloten. We gaan, like, een beetje evil gedachten, gaan we gewoon een wereld overnemen en schijn voorhouden. Like, en als die mensen echt in power zijn... Ze zaten hier gewoon al lang, weet je wel. Gewoon al lang. Ja, maar waarom is dit nu hun einddoel? Like, ik zou hier niet superveel plezier uithalen als alien zijn of zo. Nee, lijkt het jou niet leuk als aliens om een beginnend ras op een andere planeet te proberen, te incorporeren in de intergalactische... entiteit, en ik weet niet eens of dat... Want heel nee, maar if that's the case, dan ga ik dat veel efficiënter doen. Dan ga ik dat niet zo drip via aan mensen. Dan ga ik gewoon meteen... Hoi, ik ben hier, ik ben van de intergalactische federatie. Dit is de meest efficiëntste manier. Niet als ik laserwapens heb. Ja, maar jij bent niet aliens en shit. Maar if I would be... Ja, maar ze willen niet per se oorlog of zo. Toch, denk ik, of niet? Dat is een menselijke gedachte, man. Kijk, als jij als wezen in staat bent intergalactisch te reizen, dan heb je ook wel... Ja, echt? Dan ben je wel zodanig, neem ik aan, ver ontwikkeld, dat je in ieder geval niet per se een of andere oorlog-hongerige aap rond bent, weet je wel? Ja, oké, true. Het is nog best dat ze in staat zijn tot destructie. Maar waarom zou je dan dit doen? Waarom zou je dan dit doen als dat daar wel op lijkt, zeg maar? Omdat het is gewoon een site. Program, zo van en dan 2023, dan laten we het zo vaak zien en dan is iedereen zo ver geconditioneerd en dan herhaal je dat gewoon. En het is letterlijk gewoon, weet ik veel, misschien doen ze wel gewoon, wie zegt dat het alienships zijn? Misschien laten ze gewoon rare fenomenen zien om al iedereen een beetje soort van in te wennen in het feit dat er misschien aliens komen. Angst, maar en ze doen het toch best goed, van we zijn in 20 jaar zijn we in toch wel een substantiële deel van de mensheid die geloven dat er fucking aliens komen. Het is zo erg dat er nu mensen zijn die niet meer geloven dat er een alien invasion gaat zijn, maar dat het allemaal Project Bluebeam is. Zijn jullie daarvan op de hoogte? Project Bluebeam? Nee. Maar, Project Bluebeam? Ben je daarvan op de hoogte? Project Bluebeam? Ja. Daar heb je één keer over gepraat, toch? Ja, dat is alvast wel. Ik ben helemaal... dat is een of andere boek, volgens mij Russisch. En ook dat gaat over een gesimuleerde alien invasie om de mensen te verenigen onder één grote overheid. Kijk, ja. Maar dat is het ook, zeg maar. Ik denk dat dit is ook gewoon, als je kijkt dit, waarvan deze dingen komen. Bijvoorbeeld die CNN. Dat is gewoon mainstream media daar toch. En like, het is gewoon fearmongering. Want wat zeiden ze uiteindelijk? Niet echt veel. Het is gewoon inconclusief. Laten we
zes dat is gewoon bullshit. Dat is laten we zes minuten gaan praten zonder punt. En dan heb je alleen maar twijfel. Dat doen ze 24-7, CNN. Snap je? Hè? En dat is gewoon die... Omdat is kunst veer, bijna. Want angst is zo aangrijpend en zo entertaining. Oké. Okay. En daarom gaan ze gewoon die fear spreaden. Tell them. Om ja, meer kijkcijfers te krijgen. En dan, all right. Yes, oh yeah. Maar ja, daarom denk ik van... Ook weer om terug te komen op mijn eerdere deel. Het is niet zo mysterieus en zo. Dat is alleen maar angsten en zo. En ja, dan moet je niet te veel in gaan vieren van... Oh, we zijn al lang gecontroled of zo. Oké, if that's the case, kunnen we daar dus nu niks meer aan doen... Dan ga ik maar gewoon het beste in mijn situatie ervan maken. Ja, je kan er wel, zoals ik het zie, je kan er wel wat aan doen. Het zijn dan, want aliens zijn ook maar mensen. Maar het weet je, ding is toch... Nee, maar ik bedoel, het idee is dat ze zeg maar een soort van fragiele situatie aan het besturen bent. Zelfs als aliens. Omdat wij als levende wezens en bewuste wezens gewoon niet in de juiste omstandigheden hooglijk destructief zijn op een of andere manier. En ik denk dat ook geëvalueerde soorten in de ruimte daar van op de hoogte zijn. En dat ze ook wel shit gezien hebben en meegemaakt hebben van, joh, luister, massahysterie is een ding. En ik weet niet of wij dan als mensen misschien extra vatbaar daarvoor zijn dat ze ook nog kunnen, weet je wel. We pakken elkaar. Misschien zijn er andere aliens die helemaal niks van emoties hebben, want dat heb je ook over als je het hebt over reptilians en zo. Die hebben, die als je de mensen daarover praat, die daar het meest over zeggen. Ja. Ik heb een maat van mij, Mickey van Leeuwen, praat het even vanaf hoe hij dat zelf vertelt. Encounters gehad met interdimensionale wezens. Daar heeft hij bepaalde informatie van kunnen vergaren, die ook vervolgens terug te lezen is op het internet, weet je wel. En zoals hij het zegt, waar hij van overtuigd is dat hij eerst die fucking ervaring heeft gehad en daarna het soortgelijke verhaal op het internet terugvindt, waarbij hij dus dan concludeert, er zijn meerdere mensen die diezelfde fucking shit zien. En hij heeft het dus inderdaad over inderdaad die reptilians en dat die inderdaad geïnfiltreerd zijn hier samenleving en die proberen de boel naar hun hand te zetten. En dat is niet makkelijk, hè, want wij zijn ook niet makkelijk. Maar die reptilians hebben wel zeker bepaalde voordelen op ons. En een van die maar voordelen zijn is dat zij zijn totaal niet emotioneel op een of andere manier. Maken ons manipuleerbaar gewoon. Ik geloof dat wij eigenlijk zitten op... dat wij... Iedere mens heeft in zich gewoon een oneindige bron van informatie. Maar dan gedecodeerd in energie. Gewoon letterlijk, gewoon als we in onszelf tappen, een oneindige bron van informatie. En vanuit deze bron komen mensen tot ideeën van... Oké, ik praat met aliens. Ja, toch? Want ze vertalen die bron alsof het aliens zijn die tegen ons praten. Of voorouders. Aliens is ook maar een woord, hè? Voorouders of geesten die tegen hun praten. Interdimensionale wezens. Ja, maar gewoon sowieso gewoon wezens die gewoon met hun praten, maar dat het eigenlijk die, gewoon... Die alleen maar met een goede dosis ayahuasca zit, informatiebron zeg maar. Is die gewoon eigenlijk die al in ons zit. Maar gewoon, dat is hoe wij het eigenlijk een beetje logisch willen maken, snap je? Je probeert het over te brengen naar een ander. Hè? Je hebt een ervaring, je wil dat delen, want dat is waar het leven ook uit draait, uit het delen van jouw ervaringen. En daar heb je taal bij nodig. Dus je geeft er woorden aan. Dat is ook niet iets wat, ja. wat je kan voorkomen of zo. Maar ik bedoel, kijk, stel jij krijgt een idee in je hoofd. Soms ineens, er komt gewoon tijdens een gesprek, komt er ineens gewoon boom, iets in je hoofd. Gewoon een hele ingeving. En ja. Sommige ingevingen... Het is leuk, je beseft echt ineens van wow, deze ingeving is echt gewoon verhelderend. Maar sommige ingevingen in sommige societies is ineens gewoon gaat zwaar tegen die society in. Waardoor ik geloof dat sommige ingevingen zijn gezegd van oké, dit komt van een hogere macht, snap je? En zodat het meer geaccepteerd werd. Zoals bijvoorbeeld ook hoe het verhaal van God dan is bedacht. Terwijl eigenlijk iemand is gewoon in die energie van ons gaan tappen en heeft gewoon gezien... Yeah. Besef hoe dingen zijn. Het verhaal van God is inderdaad ook niet bedacht zo even door één samenleving of zo. Hè? Dat is een hele optelsom van allerlei samenlevingen. Ja, maar en honderden generaties aan mensen. Maar het begin om het God plus, te noemen. Plus daarna inderdaad de Babyloniërs.
Byzantijnen, hè, die vervolgens bijvoorbeeld ook nog eens een keer, ja, weet je wat het is, die Dead Sea Scrolls, daar kom je, dat is, dat, daar kom je wel lekker mee in de buurt, en die spijkerschrift en zo, dat is echt ook bijna een soort van een mal, een template voor hoe je een religie opstart, hè? Hoe je mensen inderdaad in awe brengt van een bepaald verhaal ook, of zo op een of andere manier. Maar, ja, dat is ook gewoon natuurlijk. Dat is tovenarij ook natuurlijk, hè? Een bepaald verhaal, een beleving ook. Weet je, het ding is, als het iets is waar mensen hun goed bij voelen en veilig bij voelen, dan het is als motto op een licht af, op een licht gewoon. Heet, we gaan er gewoon heen om ze voelen gewoon aangetrokken tot dat. Omdat er zit wel iets in wat wel gewoon eigenlijk representeert wat ze eigenlijk graag willen zijn, wat ze eigenlijk graag willen voelen. En dan, ja, dan kun je er ook nog een paar valse dingen bij gooien. En dan boom, je hebt mensen zo vastzitten in iets, heb je? Goede leugen bestaat uit 80% waarheid, hè? Dat is een beetje... Snap je? Ja. 90. Ja, ik denk, en waar ik deze podcast ook vaak kom draaien en al die dingen, is gewoon echt kritisch zijn, weet je wel, op alles. Jij zei net iets over religie zijn en like, dat is God zijn like, ook verhalen en zo. Ja. Like, een van de eerste versen is ook like, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Like, gewoon letterlijk taal. Is zoveel verbonden met alles. Het woord is God. Het woord is God. Ja, 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 ja. Vanaf, kijk, en dan vervolgens, hier heb je een bak woorden. Ik heb het hier laatst ook over gehad. Kijk, ik geloof ook dat bewustheid, gewoon letterlijk bewustzijn, is gecreëerd door taal. Doordat wij kunnen nadenken over onszelf. Ja, sowieso. Dus ook met dat voor op het moment dat wij gewoon bewust kunnen worden, kunnen gewoon spreken, kunnen wij eigenlijk onszelf beseffen. Daarvoor, je leeft gewoon. Je bent gewoon meer een robot. Maar communicatie doe je ook heel veel gewoon voor jezelf, hè? Om gewoon zelf het te beseffen, ja, zeg maar, informatie verwerken. Ja, maar ik weet. Verschillende talen en zo. Maar ik denk dat bewustwording is gewoon natuurlijk gekomen. Want je gaat eerst, je hebt dieren die willen eten. Die willen gevaren wegkomen. En om te communiceren, op een gegeven moment, ze gaan proberen geluiden te maken en zo, weet je wel. En op een gegeven moment, de mensen kwamen, die stembanden konden tot zoveel geluiden maken. Op een gegeven moment dat het toch echt taal kan gaan worden. Op een gegeven moment dat je dus een bewustheid gecreëerd kan worden. Omdat de geluiden worden op een gegeven moment dingen die herkend worden. En je kunt op een gegeven moment, het wordt niet meer alleen jij. Je kunt gewoon dingen aangeven. En ja, het is niet meer puur. Puur leven, gewoon puur leven vooruit bewegen. Intelligentie is probleemoplossend kunnen denken, zeg maar. Ja, snap je? Dus sommige dieren hebben al een soort van bewustzijn. Je weet dat ik hier een podcast aan het doen ben, hè? Ja. Ik ben heel erg in één keer in het gesprek hier zo, een beetje schreeuw van de sidelijn. Mensen die zitten luisteren, die horen alleen maar... Ja, maar één is een Ja, cool. Ja, jij mag... Ik wil ook sowieso even naar het toilet, dus... We kunnen... wat ik denk ik ga doen, is rustig een eind aan breien, want we zitten bijna op 3 uur. En dan kunnen we nog wel even hier blijven hangen. En misschien even mensen in de Discord gaan lasten. Ja, vallen. Want ik had er net al eentje ingesleept van, hey, ik ben live, weet je, want we willen even gaan inschrijven, maar hij ging weer ongeïnteresseerd weg, dus we gaan hem gewoon even raiden. Ja, zo heet het al op Twitch, raiden. Ja, we gaan het kanaal raiden. Als warriors. Ik ga eerst nog even naar het toilet. Nee, afsluiten. Ga maar eerst naar het toilet. Ik wil ook een titel verzinnen nog, maar dat moet je ook een lege blaas verzinnen. Ik wil nog een paar shout-outs doen. Ga jij maar een reeks aan shout-outs doen. Open, hoor. Shout-out naar Ninja. Shout-out naar Javira. Ninja? Is dat de vrouwelijke vorm van Nino? Ja, dat is mijn tweelingzusje. Dat weet je niet. Jij bent Nino en jouw tweelingzusje heet Ninja. Ja. Godflik. Man. Ja, toch? Ja, oké. Javira, Agnes, Henk, Lequan. Henk? Javan? Yeah. Oké. Dat was alles. Ja? Dat is een flinke lijst nog op zich. Supporting by many. Ja, toch. Oké. Lekker, man. Good people. We kunnen alvast een kleine pre-brainstorm doen van de titel. Hè? Want we verzinnen elke titel in het moment hier gewoon. Zijn er dingen die bij jou naar binnen schieten misschien?
Misschien iets met flow of zo? Ik weet niet. Of moment, in het moment. Je denkt te veel aan. Flow het moment. Je wilt te veel aanpassen aan mij. Aanpassen aan jou, want jij comment niks. Ik heb nog letterlijk nog nul input gegeven. Je zit alleen met de grijnzen daar en shit. Ja, ik zat in mijn hoofd te denken hoe kun je een stilte aangeven als titel? Ja, toch? Ja, oké. Okay. Ja, ik kan het ook gewoon geen titel geven, gewoon inderdaad. Geen titel. Noem het geen titel. Gewoon het nummer, gewoon deze aflevering heet geen titel. Geen titel. Oh my god. Je zocht die mindblow, maar ik heb hem hier gevonden. Geen titel. Oké, nou, we hebben hier één brainstorm gehad. Maar nu jouw brainstorm. Heb je iets wat je te binnen schiet of zo? Iets wat, Het wordt hier verworpen. Het is een team effort hier, hè? Het is geen sino-dictatuur hier. Nee, ik heb geen titel ook. Ik heb geen stamp. Ik sluit me hierbij aan. Oké, kijk aan. Ja, dan komen we wel tot consensus zo. Ja, dat was jouw idee uiteindelijk, hè? Hoezo, mijn idee? Jij zei geen titel. Ja, geen titel inderdaad, ja. Nou, voilà. Dan is dit poppenkast... Nummer 107? 7, swag. Nummer 107. 100 plus 7, de 7. Ja. We hadden het hier nog laatst over de 7. 7, oké. Ja, nice. Ja, exactly. Met Sino en Stijn. Ja. Geen titel. Stoetje. Dankjewel, jongens. Geen titel. Geen titel. Swag. Shout out to the sound of my voice, just as if it were noise. Thank you. Don't try to make any sense out of what I'm saying. Because your brain will take care of that automatically. You don't have to try to understand anything. Just listen to the sound. Ik voel me aan het staren en mijn hoofd die is cloudy. Ben aan het denken, mijn gedachten aan het kijken. Vroeger dacht ik na, hoe word ik rijker? Nu is er iets anders dat ik liever wil bereiken. Of eigenlijk heb ik het al als ik even niet ga zeiken. Een piece of mind, tranquilo, Hakuna Matata. Ik hou het leven liever simpel, ik doe niet zo lastig. Ik blijf altijd mezelf, ook al ben ik 80. Neem me niet zo serieus. Ik kan altijd lachen. Vroeger mensen konden dat soms niet van me hebben. Maar dan dacht ik dat is goed, je mag je mening hebben. Maar ik heb al lang gezien hoe het leven gaat. Toegeven aan haat, nee dat wil ik niet. Boos zijn kost me veel tijd en die verspil ik niet. Het liefste zie ik dat niemand nog lijkt. Ik weet ik moet nu geduld hebben, het komt met de tijd. Beste wat ik nu kan doen is die focus op mij. Hoe wil ik jou blij maken, maar ben ik zelf niet blij. Hoe geef ik jou advies als ik mezelf niet begrijp. Situatie die is anders, maar dezelfde pijn. Een pijn die moet je voelen als je wil dat het verdwijnt. Ben je boos? Denk je dat je jezelf beschermt? Maar waarom zie je toch elke keer weer hetzelfde scherm? Het ligt aan zijn situatie, dat vertellen ze hem. Daarom zit je ook vast in die patronen voor jaren. Je kan rennen voor je pijn, maar dat gaat niet verjaren. Er zal altijd wel iets zijn dat het omhoog weer kan halen. Ik weet het is balen. Draai je die mindset, wordt het zeker weer beter. We kunnen niet falen, alleen maar die lessen nemen. Terwijl de planeet maar doorspint, ik doorvind duellen die ik in moord te doorvind. Doorskin, betreur dat alles dat valt is alles dat naar voren springt. De vorm dringt conform kind, dromen van geld van de floor tot de plafond. Terwijl ik over de rivier van Giron in vlindervorms vind. Vier cijfers om te showen wat ik van je force vind. In onze lane is vrijwel niemand die ervoor dringt. En jij bent de sukkel die je zoet nog met een voordringt. Tuurlijk is het niet diep at the surface. Verscheur onmiddellijk alles wat de spiegel je surface. Ik blijf passief, sterf niet verlanden, not at your service. Als mijn dik gewricht had, was hij niet diep in de cervix. Als mijn dik gedichten schreef, dan deed hij ze in cursive. Ik breek familievloeken, ha, ik schreef mijn hele familieboeken, gedichten. Zoiets. So look at your own thoughts as just noises. And soon you will find that the so-called outside world and the so-called inside world come together. They are a happening. Your thoughts are a happening, just like the sounds going on outside. And everything is simply a happening, and all you're doing is watching it.